Je had een beetje productionele stress, want tas met... Outfits. Outfits. We hadden 3 outfits. Voor mij. Ja, we gingen helemaal een screening doen. Halina Rijn style. Oh, doet zij dat eigenlijk dus ook? Zeg maar op beeld kijken wat klopt en dan de beste uitkiezen van de 3. Ja. Maar die tas is kwijtgeraakt. Maar ja, we zijn er overheen. We gaan er niet meer over nadenken. Oké. Okay. Nou, hartelijk welkom bij de 2e aflevering alweer van Zomergeesten. Dit heeft een beetje context nodig. Ik had gisteren een enorm groot probleem, want mijn gast van deze week heeft afgezegd. En overigens, ik heb vorige week gezegd, Stefano Keizers, dat is niet degene die heeft afgezegd, die is volgende week. Toen kwam ik op het idee, ik dacht, ik ga gewoon zelf de gast zijn. En nu heb ik Lara Verheijden bereid gevonden om de hostrol over te nemen. Dus jij bent vandaag presentator. Ja. En ik ben de gast. En dan gaan we het op die manier doen. En ik dacht ook, voordat we... Ik geef dadelijk het woord, maar ik dacht... Misschien ook nog even goed om te zeggen waarom ik het een goed idee vond om zelf als gast op te treden, los van het feit dat ik er zin in heb. Ik dacht van, dit hele idee wat ik had van Zomergeesten, dat is natuurlijk, als ik heel eerlijk ben, ook ontstaan, omdat ik zelf ook al mijn hele leven een beetje dagdroom over die dag dat je gebeld wordt van, wil je te gast zijn in Zomergasten? En ik denk dat ik daar ook niet uniek in ben. Ik denk dat dat iets menselijks is. In ieder geval voor mensen die net als ik een beetje grootheidswaan hebben, een beetje megalomaan zijn. Als je kunstenaar bent, dan droom je van die dag dat iemand zegt van, wat zijn jouw fragmenten? Of kun je langskomen? Ja. En dus het is ook onderdeel van de fantasie. Ja. En toen dacht ik, dus leuk om die fantasie uit te leven. Jij vindt dus inderdaad, iedereen fantaseert over Zomergast, natuurlijk ik ook. Maar ik vond het dan, ik vind het moeilijk om dan te gaan en op die manier het podium te nemen. Dat ik dan denk, wie ben ik? Of ben te jong? Of zo. Dat heb jij dus niet. Jij bent ook ouder dan ik. Ja. Jij hebt dus, nee, ik heb het ook. Je hebt het ook. Jij hebt het ook, maar je denkt gewoon, fuck it, ik wil het gewoon ook doen. Misschien moeten we zeggen wie de gast is die heeft afgezegd? Ja, misschien moeten we toch zeggen. Okay, ik was de gast en ik heb afgezegd. Ja, dus jij bent het eigenlijk aangedaan. Je hebt het aangedaan? Ja. Maar ik mocht het niet zeggen voor jou, maar nu mag ik toch zeggen omdat het anders jaar wordt. Nu klopt het eigenlijk. Ja, ik wilde eigenlijk heel graag jou interviewen, omdat ik vond het meteen een heel goed idee. Ja. Je had ook meteen allemaal dingen voorbereid, maar ik had al tegen Thomas, de cameraman, gezegd van, Lara gaat weer afzeggen. Ja. En toen had je het toch afgezegd, op de ochtend zelf. En toen dacht ik, shit, ik zit in een probleem. En toen kregen we het idee om de rollen om te draaien. En sindsdien ben je opgelucht, toch? Ja, dan vind ik het gelijk veel chiller en leuker. Ik vind het op één manier toch dan zwaar om wat te gaan. Ik weet niet. Juist ook omdat we dan, omdat ik niet zoals Tarik zo heel rik als die trant ben. En ik ga dan wel heel braaf meedoen aan het concept en dat dan gaan naspelen. Ja. En dan voel ik me opeens heel raar als ik dan degene ben die fragmenten uitzoekt of zo. Omdat ik ook nog jong ben, voor mijn gevoel. En ik denk dat jij er veel beter in bent dan ik, hoor. Nee, ik denk dat jij er ook heel goed in bent. Oké, okay, nou, we gaan nu niet zeggen jij bent, maar laten we beginnen. Ik denk dat, inderdaad. Oké, laten we beginnen. Ja, precies. Oké, dus ga je laten van, heb jij het eerste fragment uitgezocht? Heb jij iets uitgezocht of heb jij gewoon helemaal zoiets gehad van, we gaan gewoon kijken hoe het gaat? Ja, ik heb wel gisteren, toen ik het idee kreeg van, ik ga zelf de gast zijn, toen kreeg ik meteen al ideeën. Maar ik wil ook helemaal open erin. Want dat is mijn voornemen. Ik vind juist dat Zomergasten zo is dichtgetimmerd en voorbereid. Dat is een van mijn grootste ergernissen aan het programma geworden. Terwijl het ooit een van mijn favoriete programma's was. Dus ik moet het mezelf gunnen. Dus ik heb een lijstje gemaakt met een soort schaduw Zomergasten. Ja. Dus dit zouden de fragmenten zijn geweest die ik zou hebben uitgezocht. En die ga ik allemaal offeren. Ja. Nou, nu krijg ik natuurlijk het probleem dat we allebei de presentator zijn van het programma. Ik denk dat het juist interessanter is om dus die fragmenten te gaan bekijken. En dat ik toevallig, want we hebben het gesprek wel eens gehad natuurlijk, van wat zou jij laten zien bij Zomergasten als je iets zou laten zien bij Zomergasten? Want wij kennen elkaar ook, wij zijn een koppel. Ja. Toch, voor de mensen die dat niet weten. En dat is trouwens ook de reden waarom ik het liefst jou als gast had gehad. Ja. Omdat ik dacht van, ik kan altijd heel erg goed met jou over kunst en cultuur en al die shit praten. Dus dat vind ik, ik dacht, dat is leuk om te doen. Maar nu doen we dat gewoon aan de hand van dingen die ik meebreng. En anders zou je dat hebben gehad naar dingen die jij meebrengt. Maar in principe maakt dat niet uit. Ja.
in mijn hoofd is dat allemaal gewoon één grote stapel. Dat is één grote stapel. Nee, inderdaad. Dus we hebben dus twee dingetjes. Dat eigenlijk, ik heb het jou letterlijk een keer gevraagd. Wat zou jouw filmpje zijn? Toen heb je het mij ook verteld. Toen vond ik dat echt een supermooi fragment. Toen dacht ik ook meteen van, oh my god, als ik ooit zou worden... Dat ik dat nog zo'n fantasie had van, als ik dan word gevraagd voor zo'n gasten... Dan wil ik eigenlijk dat fragment laten zien. Terwijl ik dacht, maar dat kan ik echt niet maken. Dat gaat er, dit is natuurlijk allemaal gratis bij. We gaan nooit worden uitgenodigd voor zo'n gasten. Bla. Dus dat fragment zou ik heel graag willen kijken met jou. Omdat ik dat heel goed vond. En wat ook wel zo is, als je eenmaal in een koppeltje zit, dan ben je eigenlijk vaak als zomergast met elkaar aan het spelen of zo. Je gaat elkaar al fragmenten laten zien die je vet vindt. Ja, precies. Omdat het je gewoon inspireert. Dus wij hebben natuurlijk heel veel van elkaars fragmenten al gezien, denk ik. Ja. Dus daarom is het misschien ook leuk als we het gewoon laten zijn wat het is. Want we hebben misschien die gesprekken zelfs al gevoerd. Ja, maar daarom geef ik jou ook de regie, hè? Dus omdat ik zeg van, ik zou dit doen. Maar dan zeg jij van, nou, we gaan het heel anders doen. Ja, ik had dat lef bij Tarik niet. Die heeft het gewoon helemaal uit mijn handen getrokken. Maar jij bent een hele andere presentator dan ik. Dus ik vind het eigenlijk misschien wel goed dat jij gewoon nu de leiding neemt. Ik zou zeggen, laten we dat fragment kijken, omdat het echt heel mooi is. Nou, welk fragment is het? Het is het fragment van de pinguïn van Werner Herzog. Oh ja, ja. Dat is inderdaad... Had je die schaduw zomergasten al erbij staan of was je die vergeten? Nee, die zit wel in mijn. Die heb ik er als tweede inderdaad staan. Van. Ja, klopt. Je hebt het heel goed geraden. Je bent niet aan het spieken, toch? Nee, ik ben niet aan het spieken, maar je dus, oké, ik dacht dat het jouw eerste fragment zou zijn. These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. Why? One of these disoriented or deranged penguins showed up at the New Harbor diving camp, already some 80 kilometers away from where it should be. The rules for the humans are: do not disturb or hold up the penguin. Stand still and let him go on his way. And here he is heading off into the interior of the vast continent. With 5,000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death. Moet je huilen? Nee, maar jij hebt ook, denk ik, heb jij ook tranen in je ogen hebt. Je hebt wel een beetje tranen. Jij hebt ook een tranen. Nee, ja, ik niet. Ja, het komt van de lampen met mij. Oké. Okay. Ja, ik vind het heel is ontroerend. Maar vertel, waarom zou je dit laten zien? Ja, nou ja, ik weet niet. Ik heb gewoon altijd het idee in mijn hoofd dat ik dit een beetje ben of zo. Ik vind dit een soort metafoor voor de soort van weg van de... Ja, de artistieke route of het kunstenaarschap. Of de weg van de kunstenaar. Ja. Zie je gewoon de kunstenaar of jij? Ja, misschien ik. Ik bedoel, ik herken me hier meteen in. Op een soort heel metaforisch level. Ja. Ik denk gewoon als ik dit zie, of toen ik dit zag, toen dacht ik, dit ben ik. Ja. En ik vind het ook heel mooi dat hij aan het einde zegt van... met 5000 kilometers ahead of him, he walks... towards certain death. Dus een zekere dood. Tegemoet. En ik vind het gewoon zo grappig. Omdat je dus... in Nederland zeg je bijvoorbeeld op een zekere dag. En dan bedoel je van ergens een dag. Ik weet niet of het zaterdag of zondag was. Dan gebruik je echt grappig genoeg op een onzekere manier. Ja. Het woord zeker. Het is een heel gek woord eigenlijk. Ja. Maar Herzog, die ook altijd zijn eigen voice-overs doet. Schrijft, die, en schrijft ook. Ja. Die maakt er dan van... towards certain death. En dan krijgt dat woordje zeker ineens juist een ontzettende lading of stootkracht. Ja. En dan als op dat beeld van die pinguïn die dan in de verte wegrent. Zo van, oké, één ding weet hij zeker. En dat is dat hij gewoon... Dus die, ik noem dat deranged pinguïn. Hè? Dus maar denk je dat de pinguïn weet? Of een, nee, hè?
De Pinguïn weet het niet, maar wij als kijker in de lijst zien hem. Zeg maar, die Pinguïn is gewoon deranged. En die loopt gewoon rechtdoor. Ja. En die is uit de kudde ontsnapt. En een ontspoorde of een gestoorde of een deranged. Ja, deranged Pinguïn. Ja. En die gaat gewoon die bergen in. En en wij zien hem zo vertrekken. Ja. Towards certain death of zo. Ja. Dat is één ding wat je zeker weet van pointless. Ja. Maar toch doet hij het. Toch is hij ontsnapt. En ik zag dat toen we net in het filmpje aan het kijken waren. Ja. Dan zag je dat moment dat hij dan even tussen de mensen ja, is. Dan zie je die drie mensen kijken, staan. En zie je hem zo. Zeg maar, toen dacht ik, dit is zeg maar de snapshot van je leven. Zeg maar. Dit is het moment dat je even zo van, je bent ontsnapt uit die kudde. En dan knip je leven. Dat is even die interactie met die mensen. En dan knip en dan... Certain death, dat is zeg maar je... De maar in dit geval is het ook echt, zie iedereen zo heel... Zo, zij weten het allemaal, van daar heb je weer zo'n gekke Pinguïn. Dat zijn alle normale mensen in society die even naar jou kijken. En die dan denken van, ach, heb je die gekke kunstenaar of zo? Wat doet hij nou met zijn leven? Ja, inderdaad. En dat is wat we hier ook aan het doen zijn, hè? Want ja, het is wat is dit nou weer? Waanzin om jezelf, zeg maar, tegelijkertijd met... de reguliere zomergasten te programmeren als alternatief. Ja. En dan jezelf als gast op te voeren. En dan dus, en daarmee de concurrentie aan te gaan. Ja. En dan zeg maar nat te gaan met het idee van... ik doe dat wel even beter. Maar dat het is grappig. Gewoon diezelfde gekte in of zo, snap je? En dat het dan toch doen, dat is precies in het klein. Gewoon dat, gewoon, het maakt me niet uit. Ik ben ontsnapt uit de kudde. Ik ga rechtdoor. Het is pointless. Ik loop gewoon mijn dood tegemoet. Ja. Maar dit is in ieder geval... Ja, dit is toch de weg. Want, want dit is gewoon de weg. En dat weet ik of zo. Dat idee. Snap je? Ik denk ook wel, maar het kan, misschien is het helemaal niet. Ik heb dit niet... Of ik had niet dat ik het keek en dat ik denk, dat ben ik. Dus ik denk, je zou misschien best wel dit filmpje kunnen laten zien aan mensen. En dan iedereen er weer iets anders in zag. Ja. Ik moest vertellen aan Julius, denk ik. Dacht, ach, of zo. Weet je wel, zoiets dat je een klein... Zou het heel erg vinden als jullie je zich ook hierin zou herkennen. Dan denk ik, van, blijf toch bij die kudde. Blijf toch bij die kudde, kindje. Dan heb je een beter leven of zo. Ja, ja. Maar dus ik denk, het is misschien ook maar... Maar ik heb de eerste keer gekeken, toen hadden wij jullie nog niet. Toen zag ik iets anders, denk ik. Maar ik vind het ook grappig dat jij dat dan jezelf daarin ziet. Ja, want ze is heel lief, die Pinguïn. Ja, dat is echt heel schattig. En ik vind het ook grappig... Maar maak je je niet zorgen om het feit dat ik mij hierin herken? Dat je dan denkt, oh shit... Wat ben ik mee samen? Nee, zo? Want ik moet dan ook denken aan dat jij je herkende in dat jongetje uit Game of Thrones. Dat kreupele jongetje. Die meteen van het dak wordt gegooid. Ja, ja. Ja klopt, en dan hadden we toen ook dat ik vroeg aan wie herken jij je nou? Toen deden we zo'n spelletje van welk personage... Ja. Waar identificeer je mee? Want dat is ook zo'n discussie nu, hè? Van identificatie, van dat hele idee van white male of zo. Daar zit ik altijd mee zo van... Ja, maar ik herken me nooit... Ik ben niet Jon Snow of zo. Nee. Maar wie herken ik me dan wel? Daar ontstond die discussie uit. Ja. Van waar identificeer ik me nou echt mee? Als ik gewoon echt kijk... Ja. En waarom, daar hebben we een gesprek over, want je had het vroeger in de allereerste episode. Ja. En toen had jij het meteen over hem. Toen zei je van, ik identificeer me eigenlijk met hem. Toen durfde hij het eerst niet te vertellen, weet ik nog. Ja. Want dat vond je gênant of zo? Toen nee, maar ik vind het zo gruwelijk wat hem overkomt. Dat ik bang ben dat ik iets gruwelijks over me afroep... door me te identificeren met een kreupele hoofdpersoon. Want je identificeert je met hem voordat hij kreupel wordt? Nee, ik weet niet waarom ik me met hem identificeer. Maar ik ben gewoon toen dan aan het afdalen was. In... Wat het eerlijkste antwoord is. Gewoon van bij wie heb ik nou echt het gevoel van hem ben ik? Ja. Of haar ben ik? Ja. Ik had dat toen met Tian, toch? Ja, je had het met Tian ook zo schreeuwen. Waarom heb je het... Ja, kun je dat uitleggen bij jezelf? Waarom dat dan is? Dat is toch heel moeilijk? Nee, ja, wel. Ja, voor mij omdat hij... ook een beetje omdat hij inderdaad anders is. Of een broer. En hij hoort er net niet helemaal bij, maar misschien wel een beetje. En ook omdat hij zoveel met seks bezig was. Dat was het ook een beetje. We hebben het ook een gesprek al gehad. Ja, nee, ik weet het nog wel. Maar ik vind het interessant omdat dat inderdaad iets zegt over... Dus wat is nou... Want het gaat heel vaak over identificatie. Wat is identificatie? Maar dat is heel raadselachtig. En had je nou net wel tranen in je ogen? Nee. Echt niet? Nee. Je kunt terugkijken in de... Ja, nee, maar ik dacht gewoon dat het wel heel emotioneel is.
En wat was jouw echte eerste fragment? Of wat had je schaduwachtig opgeschreven? Ja, nu ga ik toch mijn eigen programma doen. Nee, hoeft helemaal niet hoor. Ik ben gewoon benieuwd. Nou, ook Werner Herzog. Oh. Maar dan dat moment van... dat hij in de jungle staat en er doorheen zit als hij Fitzgeraldo maakt, die film. En dat niet krijgt gedaan. Oh, leuk. Voor mij heb ik die ook nog nooit gezien. Heb je mij nog niet? Dat vind ik ook leuk. Nou. Herzog is stranded in the jungle with a 300-ton steamship that won't move, and time is running out. He needs money to move the ship, but no one will invest unless the ship moves first. Behind his back, some of the actors are talking about getting out while the getting is good. Only a few of the cast, crew, and Indians believe in his dream anymore. Even Herzog is beginning to wonder. Waar zitten we even trouwens naar te kijken? Een documentaire over Werner Herzog? Dit is een documentaire, inderdaad, over de soort making-of van Fitzgeraldo van Werner Herzog. Oké, eigenlijk is dat genoeg. Of wil je daar nog meer over zeggen? Nou, het is misschien wel goed om een beetje context te geven. Het is een megalomaan project. Hij is hier 40, geloof ik, of zo. Ja. Mijn leeftijd nu. En hij heeft een film bedacht over een man die carrière maakt in de rubberboom rond 1900 in Peru. Ja. En hij heeft een heel goedkoop lapje grond gevonden. En als hij daar geld mee kan genereren, dan kan hij een operahuis bouwen. Ja. En het ding is dat hij dus dat lapje grond is zo goedkoop omdat niemand dat kan bereiken, omdat die stroom te gevaarlijk is. En hij heeft als in zijn megalomie bedacht, in zijn megalomanie heeft hij bedacht van weet je wat, ik kan gewoon een boot over een berg heen en dan kan ik er via de andere kant terechtkomen. En dat is... Oké, laten we toch gewoon maar kijken. Ik merk dat voor mij is het goed. Voor mij kunnen we gewoon gaan kijken. Of course we are challenging nature itself. And it hits back. It just hits back, that's all. And that's grandiose about it. And we have to accept that it is much stronger than we are. Kinski always says it's full of erotic elements. I don't see it so much erotic, I see it more full of obscenity. It's just, and nature here is vile and base. I wouldn't see anything erotical here. I would see fornication and asphyxiation and choking and fighting for survival and growing and just rotting away. Of course, there's a lot of misery, but it is the same misery that is all around us. The trees here are in misery, and the birds are in misery. I don't think they sing, they just screech in pain. It's an unfinished country. It's still prehistorical. The only thing that is lacking is the dinosaurs here. It's like a curse weighing on an entire landscape. And whoever goes too deep into this has his share of that curse. So we are cursed with what we are doing here. It's a land that God, if he exists, has created in anger. It's the only land where creation is unfinished yet. Taking a close look at what's around us, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder. And we, in comparison to the articulate vileness and baseness and obscenity of all this jungle, we, in comparison to that enormous articulation, we only sound and look like badly pronounced and half-finished sentences out of a stupid suburban novel, a cheap novel. And we have to become humble in front of this overwhelming misery and overwhelming fornication, overwhelming growth, and overwhelming lack of order. Even the stars up here in the sky look like a mess. There is no harmony in the universe. We have to get acquainted to this idea that there is no real harmony as we
have conceived it. But when I say this all full of admiration for the jungle. It is not that I hate it, I love it. I love it very much, but I love it against my better judgment. Ja, dat je zo orgasme, dan zoomen ze altijd zo uit en dan krijg je zo'n stilte dat je zo dat fragment hebt gekeken. Ja, en dan sta je dan allebei zo. Oh my god. Dus waarom heb je dit zo uitgekozen? Nou nee, ik heb het niet uitgekozen, nee. Ik heb het geofferd. Je hebt het geofferd inderdaad, sorry. Ik heb jou gedwongen om het toch te kijken. Ik wil best wel uitleggen waarom ik het geofferd heb, maar dan krijg je dus dat verhaal waar je je net al aan ergert. Snap je? Ja, klopt inderdaad. Want dat is het enige dat is onderdeel gevaar. Van het offeren. Ja, dat is onderdeel van het offeren. Is dat we, ja, inderdaad, dat is waar. Oké, okay, dus we kunnen dus ik kan ook het gewoon... verhaal vertellen, maar ik kan het ook echt offeren. Maar volgens mij is dat ook wat ik hier doe, of zo. Ja. Snap je? Nee, dat is waar, dat is waar. Dus wat zie jij als je naar dit filmpje kijkt? Misschien moet ik gewoon jou er toch nog gewoon vragen over stellen. We kunnen elkaar gewoon vragen stellen. Ja, ik heb deze documentaire niet gezien. Mm-hmm. Omdat het inderdaad een soort gekke allergie heb voor dit verhaal. Ook als jij mij naar deze film wil kijken of de film. Waarom heb je een allergie voor dat verhaal? Ja, ik weet niet. Omdat het gewoon zo'n. Ik vind het gewoon op een manier word ik gewoon al moe over van dat verhaal als ik er naar luister. Of het komt. Het is gewoon met allemaal. Ik vind die film. We hebben een stukje van die film gezien. Die vond ik helemaal niet goed of zo. En dan. Ik weet niet waarom. Ik weet niet, want dat is heel stom eigenlijk. Maar ik vind het wel grappig. Ja, ik zit gewoon weer te kijken naar Werner Herzog. Ik ben wel benieuwd hoe hij die dingen maakt allemaal. En ik denk ook van zit hij hier? Is het denk je een videodagboek of wordt hij geïnterviewd? Nee, dit is iemand anders die heeft die documentaire gemaakt. Oh, ja. Burden of Dreams heet die documentaire. En dat gaat over zijn proces. Absurde, ja, zijn proces. Ja, dat is wel heel boeiend dus eigenlijk. Ik vind het een hele goede documentaire, omdat dat heel goed zijn gekte laat zien. Ja. En zijn koppigheid om die film af te krijgen. Wat is zijn gekte? Ja, maar dat is moeilijk. Als het verboden wordt, het plot van die film is. Als jij je moe wordt van die plot. Maar dat is misschien wel goed om dat te thematiseren. Ja, want dat is ook namelijk onderdeel geweest van een boek wat jij hebt geprobeerd te schrijven, toch? Of wat jij aan het schrijven bent, of wat jij hebt geofferd, of niet? Of wat, zeg maar? Nou, kijk, hij is bezig met een kunstwerk. En dat kunstwerk is voor hem ook weer een metafoor. Ja. En de metafoor is... Heel simpel gezegd, een reenactment van de mythe van Sisyphus van Camus. Ja. En die mythe gaat over die man die die rotsblok over op een berg rolt en die weer naar beneden rolt. En dat tot in de oneindigheid. En dat is een soort icoon van het absurdisme. Ja. En hij verbeeldt dat door die gekke ondernemer op te voeren die dat letterlijk met een boot doet. Een boot die over een berg heen gaat. Dat is gewoon de visualisatie daarvan. Ja. Maar tegelijkertijd in die documentaire zie je dat hij daar eigenlijk niet goed uitkomt. Dat hij drie boten er doorheen jaagt. En al zijn bronnen en zijn hoofdrolspeler die af moet zeggen. En allerlei tegenslagen. Want we hebben ook zo'n fragmentje, misschien kunnen jullie ook even kijken van dat die Klaus Kinski, dat hij daar ruzie mee heeft. Zo ja, ook hier. Dat is weer, en die dan, uit weer een andere documentaire inderdaad. Maar die is dan jaloers dat die iemand anders zo. En dan is er een geluidsman die dan valt er een boom op zijn been en dan wordt er afgehaald en dan wordt Klaus Kinski jaloers of zo, toch? Ja. Ja, dat is dus de hoofdpersoon met wie hij aan het dealen is. Dat is een hele lastige man. Und jetzt immer schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland. Mach zu. Trau dir nur. Diesmal schlage ich zusammen, du. Trau dir nur. Wenn du zu frech wirst. Trau dir nur. Dieser Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Zufälligerweise war ich einmal nicht gewohnt. Euer Gewichse mit eurer Freundschaft, ich möchte deinen Dreck. Wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Na mach doch deinen Scheiß! Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen! Hast genug zu tun! Ich arbeitete einfach am Aufbau der nächsten Szene weiter. Von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr zu. Ja, du musst ja nicht pressen. Muss es ja nicht pressen. Friss, was du willst. Das ist ja schlimmer wie ein Gezuchthauswärter, du Arschloch. Du willst mir bestimmt mal nichts zu fressen kriegen? Das werden wir erleben. Das ist nichts. Das ist auch ein Wurf. Sein Geisteskranker. Ja, glücklich, sein Geisteskranker. Komm, schaff den weg hier, dieser Scheiße.
kriegst du nichts mehr zu fressen. Kannst du deine eigene Scheiße fressen. Na. Der muss ins Irrenhaus. Ein Wahnsinniger, er sagt zu mir, kriegst du selten. Das ist verrückt, dieser Idiot. Du bist der wahnsinnig, Mensch. Die muss man nicht mehr in die Fresse, die muss man einsperren, weil du nicht mehr normal bist. Voll Idiot. Okay. Pass mal auf, du, ich mache Wirbel in Amerika, pass mal auf, du. Ich sage noch nicht zu Ende, dumme Sau. Hast du so ein Arschloch? Hey, Lucky, so ein Arschloch ist verantwortlich für deine Produktion? Mir zu sagen, überhaupt nichts, aber überhaupt nichts. Existierst überhaupt nicht für mich. Nimmst es, wie du es willst, aber ich sag, du sollst dich bitte benehmen wie ein Mensch hier, ja? Das ist ungeheuerlich. Und nicht rumblenden wegen einem Problem. Das ist ja unglaublich überhaupt. Wegen einem Problem, den du mit dem Fotografen hast. Leck mich doch am Arsch, Mensch! Hier, wir drehen einen Film! Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, du Idiot! Na, dann quatsch mich nicht an! Schreiereien wie diese waren allerdings ein wirklicher Schrecken, ein wirkliches Problem für die Indianer, bei denen Konflikte ganz anders gelöst werden. Total unmogelijk acteur, maar tegelijkertijd ook een genie op beeld. Ja. Dus het werkt meteen heel goed. Ja. Dus ze hebben een soort van haat-liefde verhouding en een soort van aantrekken-afstoten. En ze... Ja. En ja, dat is zo'n ontzettend vuurwerk. Maar dat is ook onderdeel van... Die Klaus Kinski zit dan in de jungle. En die lust dat eten niet. En die is alleen maar woede-uitbarstingen aan het hebben en zo. Onmogelijk iemand. Ja. Dus die hele productie staat op losse schroeven. Op allerlei niveaus, zeg maar. Ja. En waarom ik... Misschien moet ik één slag meer meta dit... proberen aan te vliegen. Ja. Ik ben op een gegeven moment op een plek waar ik een soort artist in residence aan het werk ben. Ja. Alleen ik heb een soort iets ingeleverd wat af is en ik heb tijd over. Ik zit gewoon in die residentie. Ik heb nog 2 weken. Ja. En ik ben net gestopt met de samenwerking met Casper, met de snijtafel. Ja. En ik heb een soort gat, van een soort rouwproces van dat ik dat geofferd heb. Dat ding met Casper. Ja, precies. Ja. Dus ik zit daar met een soort van... En ik heb dat fragment in mijn hoofd. Ja. En ik heb die vrije dagen. Dus ik ga die documentaire kijken en ik ga die film kijken. Dus Burden of Dreams en Fitzgeraldo. Ja. Had je die toen al gezien? Allebei nog niet op dat moment. Dus dit is vlak na het stoppen met de snijtafel. Oké, dit is dus 7 jaar geleden. Precies. Ja, ik snap het. En daar begint voor mij een nieuw proces waarvan ik denk van... Wow, die metaforische kracht van wat Werner Herzog hier over die jungle zegt. En vanuit dat proces wat hij aangaat, wat te maken heeft met... Ja, de burden of dreams, de vloek van dat hebben van dromen, dat kunstenaarschap. En dat niet kunnen verbeelden, maar tegelijkertijd dat Drosten-effect. Van hij wil die metafoor van Sisyphus, maar hij krijgt dat niet verbeeld in de jungle. Terwijl dat precies juist is wat... Ja. Wat hij, ja, dat is juist dat absurdisme, dat zinloze en dat toch tegen de klip met op een doen. Glimlach of zo, dat is wel verhaal, toch? Dat precies. Je dat precies voor zijn glimlach op zijn gezicht had. Precies, dat doelloze, maar wel met een soort goed gemoed. En die pinguïn die naar die oneindigheid rent, die poging. Dus op dat moment wordt dat het begin van een schrijfproces voor mij. Ik wil daar dan een boek over gaan schrijven. Over Fitzgeraldo en over Burden of Dreams en over hoe dat... Dan heb ik een soort megalomaan idee van dit heeft met alles te maken. Dat denk ik dan te zien of zo. Ja. Nou, dat is 7 jaar geleden. Dat komt nooit af. Snap je? Nee, dat wordt, jij hebt het allemaal meegemaakt. Want jij denkt, Michiel, wat ben je toch in godsnaam aan het doen? Snap je? Ik ben zo niet eens jouw burden of dreams. Ja, precies. En daarom, vorige week of 2 weken geleden waren we in Frankrijk in een huisje. Ja. We zitten in de hot tub met z'n tweeën. En jij zegt, offer het nou gewoon. Gooi het gewoon weg. Ja. Gooi dat ding weg. Ja. Je zit er 7 jaar mee. En ik gooi het voor het eerst echt weg. Dat moet nog blijken, maar ja. Nou ja. Ja, dat bleef eigenlijk wel gebleken, ja. Ik heb het gewoon in mijn hoofd voor het eerst echt losgelaten. Ik denk van, oké, Werner Herzog en zijn documentaire... Uiteindelijk maakt hij Fitzgeraldo. Ik heb ook die koppigheid gehad van... Mijn ding moet ook afkomen. Zo. Ja. Maar daarin in die hot tub dacht ik van... Oké, ik gooi het gewoon echt weg. Snap je? Ja. Ik heb het geofferd. Ja. Zo, weg. Ik ga er niet meer naar omkijken. Ja. Ik wil daar niet meer over schrijven. Ja. Over dat hele project. Ja. Snap je? Ja. Wat jij mij probeert te zeggen... Jouw feedback van de afgelopen jaren... Maar is eigenlijk samen te vatten op dat moment... In die hot tub voor mij als... Gun jezelf nou gewoon even een echte lege pagina. Ja. Echt een nieuw begin. Een blank slate. Een wit canvas. Ja. Gun jezelf nou eens even echt carte blanche. In plaats van dat je koppig in dat oude blijft zitten. Dat probeer je mij daar te zeggen, volgens mij. Ja. Oké, nou. Ik heb een week daarna een gesprek met een andere collega van mij, Minou, die ik ook heel hoog heb zitten. Ja. En ik leg dit aan haar uit, omdat we over een soort van makerschap aan het praten zijn.
En zij zegt tegen mij van, oh, ik snap wat je aan het zoeken bent. Jij zoekt gewoon een vorm. Ja. Jij zoekt gewoon een vorm. Casper had een vorm voor jou. Ja. Namelijk 10 minuten. En in die tijd, 2012, toen we begonnen met de snijtafel, was het 10 minuten YouTube. Want je mocht niet langer uploaden. Was oh, gewoon, echt? Een filmpje was gewoon 10 minuten in die tijd. Ah, wat grappig. In het eerste jaar hebben we 10 minuten filmpjes gehad. En hij begrensde mij. Ja, want jullie ook, namen echt 5 uur op of zo, toch? Ja, of de eerste keer een uur. Want okay. Die camera kon ook niet langer opnemen dan een uur. Maar dat bracht terug tot 5 à 10 minuten. En langer mocht het niet zijn. Ja. Eigenlijk gaf hij mij een vorm. Ja, en als ik die vorm niet heb, dan ben ik oeverloos. En jij ziet dat en jij koppelt dat terug. En jij denkt gewoon van, ja, maar waarom ga je niet op zoek naar een vorm die past? Snap je? Ja. En dat is dus zo maf aan dat ik nu hier zit. En vorige week met Tarik een opname heb gehad. En nu hier in mijn eigen gekte spelletje omdraai. Dit is gewoon die vorm. En die ontstaat op het moment dat je het echt offert. En gaat zeggen van, het is gewoon een witte pagina. Snap je? En het is grappig, want jij bent ook eigenlijk... Offeren is sowieso best wel een groot ding in jouw leven. Of ik weet dat jij dat... Ik ben met heel veel mensen geweest. En wij hebben vaker een gesprek gehad over dingen offeren. Of zo. Ja. Dat is, jij bent daar iemand... Jij snapt wat dat betekent. Ja, maar... Voor mijn gevoel, snap jij dat? Voordat je dit echt had gedaan, snap je dat ook al wel, maar misschien nog niet met dit project of zo. Mijn inzicht is dat ik dat nu dus ook doe met mijn verlangen om in zomergasten te zitten. Ja. Want als je zomergasten gaat naspelen op een subversieve manier, dan kan je alleen maar als je dat echt offert, dat verlangen. Ja. En ik van, ik hoef nooit. Waarom wil ik dat? Ik wil dat helemaal niet, snap je? Ik ga zeg maar in mijn hoofd, op een gegeven moment kom ik op een punt dat ik dat bij mezelf ondervraag. Ja, je hebt het grap is dat ik dus dat ik in mezelf, in mijn eigen krochten, in mijn hoofd, dat verlangen herken en dat ga onderzoeken. En ik denk dan op een gegeven moment van, waarom wil ik dat? En dan op een gegeven moment ontstaat er een soort van subversieve andere stem in mijn hoofd die dat juist daarom niet meer wil. Of die dat wil weggooien om mezelf te bevrijden uit dat... Snap je? Dus ergens is het ook een absurd toneelstukje, snap je? Ja. Ik heb er ook kritiek op. Ik heb dit jaar iemand te horen vertellen. Ik zal niet zeggen wie het is, maar iemand vertelde aan mij dat er een soort voorselectie zelfs is. Dat er niet 6, maar 12 of misschien wel 18 of misschien wel 25 mensen worden uitgenodigd. Ja. En dat je alvast fragmenten moet gaan voorleggen. Nee, je moet dingen vertellen uit je leven. Of dingen uit gebeurtenissen uit je leven. Ja. Precies, en dan wordt het een soort afvalrace of zo. Ja. En dat vond ik zo'n maf verhaal. En los van dat het op mij gerepeteerd overkomt. Doordat ik dan op een gegeven moment op die manier daarna met een soort... Ja, op een ander level naar dat programma ga kijken. Kom ik op de vraag uit van wat wil ik eigenlijk? En dan zie ik de ijdelheid van die exercitie. En dan zie ik ook... Wat ik de afgelopen dag ook zag toen ik zelf ging nadenken. Toen dacht ik van, het gaat helemaal niet om die fragmenten waar ik al mijn leven over droom. Dat is de Fata Morgana. Dat is zeg maar de gekke luchtspiegeling. Maar als ik echt mezelf ga de kans geven om te laten zien wat ik wil laten zien. Dan wil ik dat weggooien. En dan wil ik iets anders laten zien. Namelijk wat daarachter zit. Of wat daaronder zit. Of wat, snap je? Dus ik heb een soort van, ik zie dat ik mijn verlangen om zo'n programma. Om de hoofdrol te zijn in zo'n programma moet ik offeren, zodat ik het kan bevrijden van iets en zodat ik erachter kom wat er werkelijk onder zit. Want dan raak ik aan iets waar het voor mij over gaat. Waar het echte leven over gaat. Snap je? Net als dat toen ik met Casper de wereld erdoor aanviel. Ja. Toen wilde ik natuurlijk eerst in die 7 jaar ervoor gewoon in de wereld erdoor zitten. Dat is toch logisch? Dat wilde iedereen. Je waren ook gewoon uitgenodigd. We waren ook gewoon uitgenodigd. En daarna nog een keer en nog een keer en nog een keer. We werden 4 keer uitgenodigd. En elke keer had ik een dag of een week. Ja. Dat ik dacht van... Yes, of zo. Ik had helemaal zin om door te breken. Of zo. Ja. Dus van, oké, dan gaat heel Nederland mij zien. En dan zien ze natuurlijk... Hoe fantastisch. Wat eigenlijk iedereen... Wat iedereen helemaal niet zag. En nu gaan ze eindelijk inzien. Ja. Ik ben gewoon goed bezig. Dit is mijn werk. En de magische toverpoortfantasie, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment zie je van... Nee, je moet dat offeren. Je moet het gewoon weggooien. En dus op een gegeven moment zei ik tegen Casper... We moeten niet in dat programma willen. We moeten dat gewoon aanvallen. Want dan wordt het iets. Maar eigenlijk is dan natuurlijk nog steeds dat je dan hoopt... Dat de 100.000 andere mensen dit gaan zien of zo. Dus je offert het natuurlijk niet helemaal. Of je offert alleen het instituut. Maar je wil nog steeds hetzelfde. Maar dat is ook niet erg, misschien. Nou, ik weet niet. Dat is wel waar. Nee, ik weet niet. Is dat zo? Dat is gewoon in dat moment dat ik weet nog wel dat ik
toen ik dat zei, van we moeten de wereld door bij ons laten langskomen, toen wist ik gewoon dat we dat gingen offeren. Ja. Maar ik wist ook, ik wist toen nog helemaal niet dat dat goed ging worden of succesvol ging worden. Nee. Dus ik had echt op dat moment die offerbereidheid. Ja. Snap je? Dus voor mij was dat een echt moment. Ja, nee, ik weet ook wel, want ik weet, we hebben het wel eens over offeren gehad en dan heb jij ook altijd het voorbeeld. Dus ik weet dat het voor jou iets is wat jij, waar jij de symbolische waarde van kent. En nu heb je ook dat andere, dat manuscript eigenlijk geofferd. Of die 500 woordpagina en bestanden. Met allemaal verschillende pagina's die ook gedeeltelijk overlappend zijn. Want ik weet hoe jij werkt. Dat jij ook veel weer uit je oude materiaal graaft. En dan weer nieuwe aan elkaar plat. Dus het zijn ook allemaal collages van min of meer dezelfde-achtige dingen. En weer nieuwe dingen toegevoegd. Het is echt een soort inderdaad mega erge soort brain alles. Of zo. Net zoals eigenlijk als dat filmpje van Fitzgerald. Ik erg me ook aan Werner Herzog hoor. Toen jij vertelde over die film. Of ik vind dat, ik weet niet, want jij zegt ook van dat ik jou heb eigenlijk gezegd van offer dat nou. Ja. Ja, jij zegt het al 4 jaar. Ja, maar dat voelt me ook bezwaarder. Of dat is gewoon jouw kunstwerk. Dus dat is ook heel heftig. Ik dat dan zeg dat je dat moet offeren. Maar zo. Je zegt het niet letterlijk, snap nee. je? Je zegt het niet letterlijk. Nee. Wat je letterlijk zegt is, je leest de eerste pagina 3 weken geleden en je zegt van, ben je daar nog steeds mee bezig of zoiets? Weet je? En ja. Dit is dan helemaal niet meer, snap je, dit gaat over heel iets anders inmiddels. Weet je? Ja. Het gaat helemaal niet meer over Fitzgeraldo wat ik jou laat lezen, maar wel over dingen zoals cancel culture, ja, bla bla. Precies, gewoon die culture wars, zeg ja. maar. Dus ik ben daar iets wat ik, waar ik in de podcast heel veel over heb gepraat. Ja. Dat heb ik daar weer geprobeerd om te verwerken. In dat hele grote ja. 7-jarige 500 bestand. Precies. Ja, en, dat en, dan, ook, en dan zeg je eigenlijk met een soort zucht van, ben je daar nog steeds mee bezig? En volgens mij wil je zoiets zeggen als, dat heb je toch allemaal al verwerkt in die podcast? Waarom ga je dat weer opschrijven? Ja, hou nou eens keer op. Dus ik ken jou door en door dat ik gewoon aan een half woord genoeg heb. Ik weet gewoon, daar heb ik het eigenlijk weggegooid. Ja, maar ik heb ook, dat gaat ook wel een beetje over dat wij, waar wij het wel vaker over hebben gehad de laatste tijd, over dat artikel toch? Over de vibe shift. Over ja. dat soort van 2014. Leg eens uit van de vibe shift. Ja, ik kan niet heel goed parafraseren, maar dat is een artikel wat een meisje heeft geschreven. En dan kennelijk gaat elke 10 jaar is er een bepaalde vibe. En hoe de afgelopen 10 jaar of 2014 tot nu, of 12 tot nu of zo, of misschien tot 2004 tot 2014, ging heel erg over cancel culture, een heel erg gepoliticized wereld. En dat je nu eigenlijk weer er een vibe shift aankomt, waarin dat juist allemaal weer dat mensen, in dat artikel staat letterlijk, people are getting tired of quote-unquote cancel culture. En willen nu, weet je wel, en dan komt er een soort, wat was nou de ironie over de easy sleazy odds? Nou, dat kun je allemaal googlen inzetten. En dat wij dan eigenlijk misschien dat of op een soort hoopvolle manier, of ik ben in ieder geval heel hoopvol dat die periode voorbij gaat. En dat artikel, dat doet een beetje suggereren dat het al voorbij is of zo. En wij hebben het daar ook over gehad. Jij zei eigenlijk ook van, ik ben er ook een beetje, of iemand had een keer in de podcast gezegd van, gaat het nou weer over de culture wars? Ook, ik ben zo blij dat het over Marcel en zijn verslaving gaat. Maar zo, er is een soort algehele moeheid met dat onderwerp. Ja. En dan weet ik niet goed of ik dat projecteer. Bij mij in ieder geval. En misschien eigenlijk ook wel bij jou. Jij was in ieder geval wel vatbaar voor mijn, heb ik daar nou nog steeds over. En dat artikel van de vibe shift gaat dan ook over dat mensen kunnen blijven hangen in een vibe shift. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld Joe Rogan en Jordan Peterson nog altijd doorgaan over de cancel culture. Terwijl er ondertussen eigenlijk alweer iets nieuws ontstaat. En mensen kunnen dus blijven zitten in hun vibe shift. En dat is ook oké. Okay. Sommige mensen blijven zitten in 2003 of 1970. Want je hebt ook nog mensen die nog steeds J.J. Kill en de hippies en alleen maar dat doen, weet je wel. Mensen van, weet ik veel, 70 of zo. Dus je kan blijven hangen in een vibe shift. En ik dacht eigenlijk op dat moment van, Michiel moet niet blijven hangen in de vibe shift. Die moet meedoen met de vibe shift. Hij moet niet blijven hangen in de vorige vibe. Ja. En meegaan. Ja. En daar is ook wel, dit programma is ook, want jij, dit programma is ook dat jij zegt, laten we gewoon weer over kunst praten. Ja, laten we gewoon mee bounce op de vibe shift. Ja. Want dit heeft gewoon weer ironie. Want ik ga gewoon zomergasten nadoen in een eigen programma. En ik ben nu zelf de gast. Dat is gewoon bespottelijk of ironie. Ja. Ja. Of allebei. En is het nou bespottelijk? Is het nou bespottelijker wat wij doen? Dat wij heel serieus dat echt gaan doen met fragmenten? Of is het wat Tarik doet? Is dat dan beter hoe hij dat dan aanpakt? Dat hij het gewoon helemaal. Nou, ik zei net nog tegen Bas hier beneden van Bas is de eigenaar van deze plek. Ja. En of ook tegen Thomas, die de cameraman. Hoe ik het in mijn hoofd heb, is dat je kunt zeg maar aan een tafeltje zitten zoals ik met Casper deed en dan de wereld erdoor bekritiseren. Ja. En eigenlijk is dat heel erg redelijk. Of hoe zeg je dat?
Stefan heeft dat ooit eens een keer bekritiseerd. Op Stefan een van Kieren. Ja, goed dat je het dus steeds aanvult. Ja. En die zei van, ja, hoe noem je dat? Een chic woord voor dat het een beetje schools is. Of scholastisch. Of een soort van... Ja, braaf of zijn. Ja, eigenlijk dacht ik van, dat is waar. En dus daarom vind ik dus wat zij doen met Kirak zo inspirerend. Omdat zij eigenlijk laten zien dat elke aflevering weer anders kan zijn. En ja. Daardoor krijg je weer een soort van mutatie. Dus het is ook kunstkritiek en kritiek. Ja. Zoals de snijtafel was. Maar eigenlijk is het ook wat het ook weer gewoon kunst. Omdat het kunstvideo's zijn. Of artistieke video's met een artistieke pretentie. Die volgens artistieke waarden en ideeën zijn gemaakt. Ja. En nu denk ik dus. Nu denk ik ook van. Oh, dat is een goede manier om kunstkritiek te bedrijven. En nu ben ik weer daardoor geïnspireerd eigenlijk. En denk ik. Oké, ik moet gewoon. Het programma waar ik kritiek op heb, eerst worden. Ja. Om het van binnenuit, zeg maar, te kapot te maken. Ja, zeg maar. Dus ik zie dan zo'n soort van Marvel-film vormen van iemand die dan in iemands lichaam gaat. En dan zo. En dan dat lichaam uit elkaar knalt. En dat die superheld weer tevoorschijn komt of zo. Ja, weet je wel? Dus je maakt het van binnenuit kapot. Door het na te doen op een bespottelijke manier. Ja. Maar tegelijkertijd zie ik het ook als een kans om het te bevrijden van iets. Ja, want het is op zich een heel goed concept natuurlijk. Dat is ook het stomme aan zomergasten. Dat is een heel leuk, mooi concept is. Wat... Ik wil het teruggeven aan, het publiek, zeg maar. Ik zat ook te denken, toen we dit allemaal gingen doen en zo... dacht ik van, wat ik ook fijn vind aan... wat ik ook fijn vind aan zomergeest... is dat het dus ook iets braafs en voorspelbaars heeft. Of zo. Ik kan soms ook... stress krijgen van hele goede films of hele goede documentaires of dingen. Omdat ik dan denk van het is super, gaat super goed zijn, maar ik weet niet wat ik kan verwachten. En soms wil je gewoon, waarom ik het ook lekker vind om dingen te herhalen, comedy series die ik al ken. Heb ik ook met zomergasten dat je dus een beetje zo dat muffen, dat het zo een beetje duffig en bravig en kabbelend is, kan ook iets lekkers hebben. Ja. Als je daarvan, dat heeft ook iets lekkers. Daarom is het ook misschien fijn om je aan zo'n soort raamwerk van fragmenten te houden. Het is gewoon voorspelbaar en veilig. Terwijl zo'n episode met Tarik is gewoon... Ik heb hem trouwens niet gezien, alleen even het begin. Maar ik kan me voorstellen hoe het is dat het gelijk all over the place is. Ja. Maakt het natuurlijk heel spannend en dan de edge of your seat. Maar als je dus verlangt naar een soort van... samen naar fragmenten kijken, nieuwe fragmenten, inspiratie opdoen of zo, dan is het dan... Dan is het oude concept ook wel weer lekker of zo. Ja. Ik ben een beetje... ik hoop gewoon dat dit alsnog ook leuk is, zeg maar. Gewoon als je wel braaf aan het concept houdt. Ja, nee, ik ben er mee eens dat we een klein beetje moeten... Ik bedoel, in de edit merkte ik ook dat dat heel goed werkte. Die momenten dat Tarik zich wel aan het concept hield. Dus gewoon als kijker van mijn eigen materiaal vind ik het boeiend als het gewoon braaf... het concept volgt. Ja. Maar er zit, ik zie het als een meerdere sporenkoord. Er zitten allemaal laagjes in. Ja. Dus de onderste laag is, of de bovenste laag, de oppervlakkige laag is gewoon die cultuurkritiek. Namelijk, het programma was goed, is stom, dus het moet kapot, zodat het bevrijd wordt en teruggegeven wordt aan de mensen. En ja, hoe zeg je dat? Dat het weer echt wordt. Ja. Dat is eigenlijk de meest oppervlakkige laag. Ja. Maar daaronder zit natuurlijk ook allemaal lagen... dat het ook gewoon nog goed kan worden en echt kan worden... en daadwerkelijk verdiepend kan zijn. Dat is gewoon de kans. Ja, dat is ook wat. Ik ging gisteren zelf even met Esther Perel te kijken. En dan vind ik toch alweer even leuk... dan vind ik toch alweer interessant wat er dan, hoe het dan gaat. Zij is ook wel echt zo iemand die heel erg haar praatje klaar heeft... en ze is echt gewend om te spreken van die grote op TEDx-events en zo. Dus het is sowieso... er zit ook gewoon wel iets goeds in. Ik ben natuurlijk nog aan het slijmen, want ik ergens nog hoop dat ik... Ja, ik zou jou... Ja, inderdaad. Ik zou ook heel erg terecht vinden. Ik vind eigenlijk dat zomergasten jou zou moeten uitnodigen eigenlijk. Ik wil ook eens jou zouden moeten zijn. Nee, ik wil dus mijn verlangen offeren. En jij zou ook niet willen presenteren? Nee, ik wil gewoon helemaal... Helemaal klaar, gewoon fuck hun. Ja, ik wil het gewoon helemaal weggooien, zeg maar. Ik wil en waarom vind je dat bevrijdend? Dat als ze morgen bellen, dat ik nee zeg. En waarom is dat zo lekker? Waarom zou je dat zo lekker vinden? Omdat ik door dit inzicht zie ik... Ik vind wat ik nu doe ermee, met vorige week met Tarik en nu wat we vandaag aan het doen zijn, vind ik beter dan wat ik op welke manier dan ook zou kunnen bereiken door daar braaf aan mee te doen. Maar weet je wat het ook is? Als het mislukt of slecht is, vind ik het nog steeds beter, omdat het echter is. Ja, maar het is natuurlijk chill, of ik als een soort commercieel iemand denk ik dan, want het is natuurlijk gewoon goed dat er, weet ik veel, 150.000 mensen naar kijken. Nee, tuurlijk. Het is ook heel goed, omdat je krijgt een soort stempeltje. Ja, zoals je ook approved by the... Zoals ook dat DWDD-stempel. Ja. Of zoals... En waarom wil je nou die stempel, hè? Nou, weet je,
Wil je dat om geld te verdienen? Het grappige is, ik heb toen mijn debuutroman uitkwam, had ik de fantasie. En toen had de Wereld Erdoor het boek van de maand, zeg maar. Ja. En toen dacht ik, als de Wereld Erdoor van mij dat maakt, dan ga ik een oproep doen op Instagram of op Facebook, waarin ik ga vragen aan iedereen om die stickers eraf te halen uit de winkel. Omdat ik gewoon zo van, de Wereld Erdoor is gewoon vreselijk. Ik wil dat niet. Weg. Ik wil die stempel niet, maar dan moet je wel eerst die stempel krijgen om deze fantasie te precies, laten. Precies, en dat was dan de ontdekking bij jezelf. Dat je zo, zeg maar, zo de grootheidswaan hebt. Ja. Dat je dus eerst al die fantasie overslaat. Dat je wordt natuurlijk nooit, snap je? Nee. Je krijgt nog niet eens één recensie, snap je? Maar je bent al helemaal in je hoofd. Dus de grap is dat mijn fantasie subversief is. Ik wil eigenlijk niet meedoen. Maar ik wilde om niet mee te doen, wil ik eerst uitgenodigd worden. En dat is hier ook weer aan de hand. Ja, snap je? Jij wil gewoon zeggen nee, bam. En dan terwijl je, maar dan moet je wel gevraagd worden. Dus mijn fantasie is die afwijzing. Dus ik wil dat zomergasten mij belt en dat ik dan nee zeg. Dat ik is wil even één klein mini-testje, Thomas. Heb jij ook wel eens gefantaseerd over... Heb jij ook nagedacht over fragmenten in zomergasten? Of is het echt mijn en Michiels gekte? Ja, maar misschien is het ook omdat ik gewoon nog 10 jaar jonger ben. Of... Hij heeft er nog nooit, je hebt er nog nooit over nagedacht. Nee. Dus eigenlijk, het kan goed zijn dat dat onze gekte is. Maar dan, dan gaat deze... Nee, maar ik ken wel, ik weet het echt. Hè, van, ik weet gewoon dat... Oh, wacht trouwens. Ja, ik heb wel over nagedacht van hoe je je verhaal zou vertellen. Van, je ziet iedereen zo'n een rol spelen, maar dan... Nee, ik snap het. Ja, inderdaad. Dat je een rol... Ja, dus je hebt er wel een bepaalde manier over nagedacht. Dan kun je jezelf blijven, zeg maar. Ja. Nee, maar ik weet gewoon van schrijvers van mijn generatie en zo... die daar ook ja, het is echt niet onze ironische essays over schrijven van... dit zou mijn zomergastenfilm worden. Het is, ik weet ook wel dat echt mensen daar echt wel over fantaseren. Het is gewoon een fantasie. En mensen, en we hadden het er gisteravond nog over. Toen zei je nog van, zal ik niet gewoon meer programma's gaan nadoen? Misschien moet ik gewoon ook... Buitenhof nadoen. Ja, en toen waren we zo aan het nadenken van, wat zou je dan nog kunnen gaan nadoen? En toen dacht ik, ja, er is ook verder niet echt iets waar je fantaseert om in te komen. Ja. Ik heb wel eens gedacht van, moeten we wel eens opgeven voor Temptation Island? Nou, ik ga nog een andere bocht proberen. Oké, okay, maar vond je dat geen leuke bocht? Jawel, maar ik wil daarop reageren. Oké. Okay. Ik bedoel... ik ben de presentator. Nee, maar mag dat? Je mag een bocht. Oké. Okay. Bij mij begint het met liefde, bewondering en waardering. Voor? Eerst De Wereld Erdoor en nu Zomergasten. Had jij ooit een liefde, bewondering en waardering voor De Wereld Erdoor? Ik ben zelfs in de eerste seizoen ben ik samen met mijn toenmalige vriendinnetje naar de aflevering gegaan. Omdat ik Matthijs van Nieuwkerk zo... ontzettend talentvol vond. Oh god. Ja. Wow, wat grappig. En wat vond je dan zo goed aan hem? Omdat iemand zo ontzettend die ruimte kan bespelen. Ja. Dat vond ik indrukwekkend. Dat iemand zo, zeg maar, een uur lang aan kon staan. En overal, weet je wel, als een soort magier. Zo pas, 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 pas. Heb je daar een voorbeeld van? Of, herinner je dan nog iets? Nou, ik herinner me dat hij dus die ruimte bespeelde van dat publiek en dat hele uur. En was hij toen eigenlijk al beroemd? Kende jij hem al? Of was dit rise to fame? Zijn dat allereerste seizoen in 2005, dat was zijn rise to fame. Ja, niemand kende hem. Nou, Amsterdammers kenden hem misschien van Parool. Dat is al zo niche. Wie is nu de... De hoofdredacteur, ja, dat weet ik ook niet, inderdaad. Oké, grappig. Jij was fan en toen wanneer... Oh, fan? Bewondering. Ik heb gewoon altijd een soort van volledigheidsneurose in dat ik alles wat ik... Snap je? Dus als ik iets goed vind, dan wil ik dat meteen... Begrijpen. Ja, daar naartoe en dat in het echt zien. Of zo. Ja. Dus toen ik hier had, volgens mij alleen toen kaartjes geregeld en toen zijn we naartoe gegaan. Oké, grappig. Dus om maar te zeggen, het begint bij mij bij liefde. En dan zie je het verval. Dus dan zie je bij De Wereld Erdoor seizoen 6, 7, 8. En dan bij 8, 9 komt die grootheidswaan. Ja. En op een gegeven moment, herinner ik me nog goed, stond ik te kletsen met iemand die ideeënpitcher was bij De Wereld Erdoor. Ik zo, ideeënpitcher? En zo, ja. En ik heb bijvoorbeeld het ideetje van... dan kun je natuurlijk met drie mannen over voetbal praten. Maar dan kom je erachter dat de vrouw van Jan Smit... heel goed over voetbal kan praten. En die, en dan heb ik het idee... voetbalvrouwen. De vrouwen van, die over voetbal gaan praten. Is dat een concept? Ja, dat pitch ik dan. En dan is dat een goed concept. En dan op een gegeven moment denk je van... zo kijken van verrek, het zijn concepten. Snap je? Ja. En op een gegeven moment denk je van... er wordt mij iets verkocht wat het niet is. Ja. En dan zie je... Wat zou dit dan zijn en wat is het niet? Nou, wat het zou zijn, is dat je denkt... Het begint ermee dat je denkt van... Ik krijg op een hele vlotte, snelle manier...
leer ik weer heel veel mensen kennen die iets met cultuur en kunst doen. En ja. Dat zijn open, vrolijke gesprekken. Heel erg up en het gaat snel. Heel veel vaart. Het is een enorme cultuurconsumptie. Ik word slimmer. Je voelt je per seconde intelligenter worden of zo. Er zit een enorme potentie aan begin. En in dat eerste, een beetje meer anarchistische seizoen, is daar ook heel veel potentie. Ja. Dus dat is echt verval. Dat is... En volgens mij komt dat door die persoon met wie Matthijs van Nieuwkerk gaat samenwerken. Wie is dat dan? Ik weet haar naam niet meer, maar die maakt het wat meer megalomaan. En dan krijg je dat er uiteindelijk... Het beste boek op de beste tafel. Ja, maar ook, dan komt er een university en een zomerfestival en een curatorschap en een dit en een dat. En zo die kijkcijferjacht van miljoenen en miljoenen kijkers zorgt ervoor dat dat steeds meer... op de minuut komt. En dan wordt komt het over 30 jaar film dat Matthijs van Nieuwkerk Elvis is en dan die vrouw die dan ja precies, ja. Dat is mooi. Goed filmidee. Ja, hè? Goed filmidee. Ja. Maar dus ook weer die en datzelfde heb ik bij Zomergasten. Dat vond ik vroeger echt een geweldig mooi programma. Ik ben er pas gaan kijken. Af en toe heb ik er iets weet ik veel 8 episodes gezien in totaal. Vanaf volgens mij dat die ene hele dunne man het ging presenteren. Weet je wat ik bedoel? Zo'n soort dunne man. Een dunne man? Ik weet wie je bedoelt. Jelle Brand Kostjes. Nee, die is ook niet dun. Ik bedoel die andere. Zo'n beetje zo'n uitgemergelde... beetje. Ik weet nog wel een keer dat ik het zei dat jij toen zei dat jij hem goed vond. Wilfried de Jong? Die bedoel ik. Wilfried de Jong. Wilfried de Jong. Dat is toch een dunne man? Oké. Okay. Okay, ja, ik bedoel, dit is een dunne man. Ja, Wilfried de Jong. Ja, ik vind Wilfried de Jong trouwens wel goed. Zie je wel, dit meen dat jij dat vindt. Ja. Oh ja, die vind ik wel goed. Maar dat komt omdat hij is van dat cabaretduo. Wilfried de Jong en... Dus ook Wilfried en... Nee, Blabla en de Jong. Nou, oké, okay, Blabla. Het is een cabaretduo waar hij ook goed is. Maar jij vond hem wel zijig bij het Koningsinterview. Dat was Ewout Jansen. Oh my god, dat was een andere snijtafel. Oh. Ja. Oké, okay, grappig. Ik had trouwens ook op mijn papiertje geschreven snijtafel. Want ik dacht, misschien is het toch grappig om één klein snijtafelfilmpje te kijken. Omdat het ook wel leuk is om over de snijtafel te praten. Over hoe jij daar, over jouw verleden. Welke week? En dan had ik bedacht Brabant. Maar Brabant, dan weet ik nog letterlijk een quote van jou. Dus dat heb ik kennelijk wel onthouden. En wat is die quote? Ja, dat de quote is dat jij, dan zeg jij van, nou jij valt heel erg over de inhoud. Waar ik meer over val is dat metrum van de, dat ik kennelijk iets van een soort rare metrumfout doet. En nu ik jou goed ken, herken ik jou heel erg jou in, ja dat jij bent natuurlijk. En waarom herken je mij erin? Wat is dat, wat is het typisch aan hoe ik ben? Dat jij daarop let, dus dat het metrum, dat jij inderdaad let op, jij weet er al die trochee en jambes en een viervoetig jambe, jij weet al die dingetjes. Ja. Oké, dus kies jij maar, wil je liever het land van kijken ik vind het leuk dat of jij liever kiest. Brabant? Vind ik echt moeilijk. Ik weet dat ik altijd toen ik jou, zeg maar, toen ik net jou ging daten, heb ik met mijn moeder heel vaak dan het land van gekeken. Nee, jij moet kiezen, Brabant of het land van? Nee, jij moet kiezen. Oké, Brabant. Vandaag bespreken wij Brabant van Guus Meeuwis. Een muts op mijn hoofd. Oh, het is 10 jaar geleden, hè? De dagen zijn kort, hier de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Dit is een lied over Brabant, over de provincie Noord-Brabant om precies te zijn. En hij zet die provincie af. Hij laat die contrasteren met de plek waar die nu is. Het is hier ijskoud, de dagen zijn kort, de nacht begint vroeg, dus het is winter. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Waar zit hij, vraag ik me af. Ik zou zeggen in een dorp in Friesland. Zijn in Friesland de dagen 's winters korter dan in Brabant? Hoeveel zou dat schelen, denk je? Ik zou denken dat hij op de Noordpool zit in een Eskimo-stad. Alsof we boven de rivieren een ander klimaat hebben dan eronder. Hij zegt daarmee niet van de dagen zijn korter hier en de nacht begint vroeger. Hij zegt gewoon, ik was op die en die plek en doordat het daar zo koud was, had ik normaal in Brabant naar een kroeg kunnen gaan of 10. En hier kan ik naar een kroeg of 1. Ja, maar dan zou ik denken, hij is in een dorp en hij verlangt naar de stad. Ja. Maar dat kan net zo goed Amsterdam zijn. Dat helemaal niet Brabant zijn. Precies. Ja, dat de mensen stug zijn en dan in Brabant losser, daar kan ik nog enigszins in mee. Daar kan ik wel vrij goed in. Ja, daar kan ik in mee. Ik heb ook in Apeldoorn gewoond 3 jaar en de mensen zijn daar stugger dan in Brabant. Maar wat zegt hij nog meer over Brabant in het refrein? Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant,
want daar brandt nog licht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Dus in Brabant zijn de cafés langer open. We zitten in een dorp waar alles om 12 uur dicht gaat. En in Brabant is alles tot 4 uur. Ja, maar dat vind ik dan weer, dat is een contrast tussen dorp en stad. Maar niet een contrast tussen Noord-Nederland en Zuid-Nederland. Nee, tuurlijk. In Zuid-Nederland zijn de cafés niet langer open. Het lied heet Brabant, het gaat over Brabant. Doe dan ook de moeite om wat dingen op te schrijven waarvan ik echt denk als Brabander, ja, inderdaad, dat is Brabant. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. Net klaagde hij erover dat er maar één kroeg is. En nou mist je het dorpscafé. Dat is nou net die ene kroeg. Dat is die kroeg waar hij van baalt. Dat is het dorpscafé. De aanspraak van mens. Met een zachte geest. Wat ik het meest aan stoor bij Guus Meeuwis is niet de inhoud waar jij nu al over valt, maar eigenlijk zijn stijl. Hij heeft ontzettend veel metrumfouten. In een te stille stad. In een te stille stad. Dus die metrum ligt precies andersom. Te stille stad. Te stille stad. Ja, inderdaad. In een te stille stad. Ja. Te stille stad. Niet te stille stad. Ja. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Dat klopt niet. Nee. Dan wordt het een soort Arabisch van. De aanspraak met een zachte G. Doet hij het weer. Een zachte G. Met een zachte G gewoon. Ik mis de aanspraak van met een zachte G. G. Ja. De Peel en de Kempen en de Meijerij. Doet hij het weer. De Meijerij. Nee, de Meijerij. Het zit vol met slordigheden, fouten. Ja. Dit is gewoon iemand die dat niet ziet. Ja. Dit is iemand die niet ziet dat het fout is. En het is allemaal heel makkelijk op te lossen. Daarom ergert het me zo. Ik weet gewoon zeker dat Guus Meeuwis totaal geen idee heeft wat hij doet. Nee. Hij klotst maar wat woorden op papier. Wat hebben jullie hier op tafel staan? Want jullie hadden altijd iets op tafel staan wat dan... Ja, ik begon ermee. Casper deed altijd heel erg lang over dat shot. Daar waar ik dan nu zit, zat ik heel erg te vervelen. Ja. En op een gegeven moment ben ik in dat moment gewoon boeken gaan neerzetten. Dus ook weer... begon een soort balorigheid, een soort heligheid. En toen begon ik eigenlijk altijd boeken te kiezen die een soort van ook een soort ironische knipoog of gaven aan de context van wat we hier bespreken of wat dat onderuit ging halen. Christus. Maar al naar gelang we dat deden, ging Casper zich veel meer bemoeien met de selectie en dat heel serieus aanpakken. Dus die boeken die er staan, dat is een soort strijd tussen mij en hem. Waarbij ik probeerde te ondermijnen wat hij deed, door daar soort ironische knipogen uit te halen met die titels van die boeken. En later gingen daar echt hele inhoudelijke dingen staan die ondersteunden wat we deden. En daar zie je ook heel erg het verschil tussen Casper en mij, waarbij ik veel meer met de ironie van de onderneming bezig ben en die waarheid die het dan toch ook heeft door de poriën wil laten komen. Terwijl Casper vanuit een soort rigiditeit en met een waarheidsvinding bezig is. En denkt van, het moet kloppen, want dit is de waarheid wat wij zeggen. En dat is volgens mij wat het ook komisch maakt, is dat die botsing tussen ons is. Ja, echt super komisch. En wat ik wat jij ook altijd zei, dat jij eigenlijk jezelf of dat Casper een keer zei van, ik ben gewoon een kanon. Waar je op, je kan mij gewoon richten. Want hij deed dan eerst films en jij zei van, laten we dan liedjes doen. Dat is weer omdat jij van liedjes houdt en met die metrum wat is meer van metrum? Nou, het eerste wat ik mee heb gebracht was No Scrubs van TLC. Dat hebben we nooit uitgebracht, maar dat vond ik heel dat vond ik leuk om te bespreken. Ah ja, misschien kunnen we die even kijken. No Scrubs, ja. Ja, dat vind ik namelijk mijn lievelingsnummer. Ja. ik had toen een soort ergernis dat ze dus ze zeggen van, no, I don't want no scrub. Ja. Maar dan gaan ze eerst uitleggen wat een scrub is. Dan vond ik zo maf of zo. Want een scrub is gewoon... Scrub is a guy. Een scrub is een hele domme guy. En nee, ik wil geen hele domme guy. Ja, precies. Dan wordt het een soort van... Ja, cirkelredenering. Een soort van... Ja, zo natuurlijk wil je geen domme guy. Een twerp is een persoon die lelijk en stom is en stinkt. En nee, ik wil geen twerp. Ja. Eigenlijk een heel dom lied, snap je? En waarom heb je die uiteindelijk niet uitgebracht? Ja, tot Casper was dan niet tevreden met... Met dat is ook weer zoiets, hoor. Want dat was nog met de neven. En toen gingen we eerst nog heel lang over doen. En ik ga even als presentator uitleggen. De neven is een programma wat Casper voor je snijtafel had met zijn neef, waar hij films besprak. Precies. Wat heel erg onsuccesvol was, toch? Nou, ik was een heel groot fan. Jij was een heel groot fan, maar het had 400 kijkers. Zoiets, ja. Het had heel weinig kijkers, maar ik was een soort van fan van dag 1. Ik zat altijd gewoon klaar met mes en vork. Zo. Mee te lachen en zo. Ja. Ik vond dat heel goed. En toen zei ik, mag ik een keer meedoen? Ja. Zo is dat begonnen. En toen, maar dat die dag die duurde maar vanwege dat zij heel precies met die camera bezig waren. En toen had jij bedacht, ik wil meedoen, maar ik wil wel dat het een ander nummer is. Of nee, ik ga geen film doen, we gaan Scrubs doen. Toen deden we een film. Super 8 geloof ik, dat hadden zij meegebracht. Ja. Toen zei ik van, mag ik dan ook iets meebrengen? Toen had ik
een liedje van Jurk meegebracht. Tram 9 of Tram 7. Ja. Wat ik echt een super dom nummer vond. Ja. En No Scrubs. Ja. Maar bij No Scrubs was het inmiddels al zo laat dat de lichtval van buiten net steeds donkerder. Ja. En zij waren ontevreden met die lichtval. Okay. En toen is het afgevallen. Ah, oké. Okay. Wil je Scrubs nog even kijken? Waarschijnlijk ook omdat het een hele lange monoloog van mij was. En dat Jury ook zoiets had van, ik heb niks te vertellen over... Nou, dit nummer, ik ken het niet, ik heb er nooit van gehoord. Als twee knaapjes staat ze ook een beetje aan die... Ja, naast jou helemaal aan het vlammen was. Ja, ik zat er helemaal zo los te gaan dat die... Want ik weet nog wel dat jij ook vertelt, ik weet het al heel veel, want ik heb jou heel erg de hem van het lijf jou overgevraagd. Okay. Maar dat jij zo zei van... dat jij ook, dan ging jullie iets bespreken en dan zei jij gewoon van, oké, laten we gewoon nu gaan zeggen wat er allemaal kut aan is. En dat hij dan zegt, nee, laten we, Kasper had een methode, toch? Want we gaan door de tekst lopen. Ja, hij wilde er stap voor stap doorheen. Ja, en dat werd er goed. Dus ik moet Kasper de credit geven dat hij jou heel leuk begrenst. En dat jij anders inderdaad 6 uur een monoloog zou houden over... over Scrubs. Ik vond net die twerp, dat was hem gewoon. Wat je uitlegt van, ik wil een twerp, is lelijk en stom. Wil je hem kijken, Scrubs? Dus gaan we, dit is namelijk echt het nummer wat elk meisje... Dit is gewoon... Je hebt heel veel... En nu ga je het zien, hoor. Ik ga het zien. En nu ga je zien wat ik bedoel. Maar vind je de clip ook dom? Nee, die clip vind ik juist heel leuk. Maar vind je, stop eens. Wat vind je er leuk aan de clip? Dan moeten we even kijken en dan kan ik het aanwijzen. Weet je, je bluft. Jij weet helemaal niet meer hoe die clip was. Weet jij echt nog hoe die clip was? Nee, ik bedoel niet dat ik het echt leuk vind. Maar ik bedoel, dat vind ik niet het zwakke element. Nee. Daar heb ik geen kritiek op. Nee, ik heb geen mening over. Nou, misschien laten wel. We kijken. Ik weet niet meer. A scrub is a guy that thinks he's flying, is also known as a buster. Always thinking about what he wants and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you. Wat vind je van de clip? Ja, ik vind het wel. Ik vind het grappig, want dit is heel erg de jaren 90 videoclipstijl. Ja, zero is een beetje, denk ik. Of echt 2000. Nee, ja, zoiets. Maar dat hoort wel een beetje bij die jaren. Dat is in ieder geval, voelt heel erg als voor 9-11, zeg maar. Ja, ik wil toch heel even kijken wanneer het is dan. Oh, je hebt gelijk, baby. 1999, ja, dat zei ik toch. Wauw, oké, 1999. Ja. Je kunt hier op allerlei lagen kritiek op hebben, maar dit vind ik gewoon charmant. Dit is gewoon leuk gedaan. Ja, leuk gedaan. Grappig. Jij hebt hier dus helemaal geen kritiek op. Ik heb hier helemaal niks op aan te merken. Nee. Het is gewoon de tekst, ja. Het is gewoon... Dus ik heb ooit eens één hele goede docent gehad die zei... Je moet altijd wegen pretentie-prestatie. Dat is een weegschaal. Ja. Wat pretendeert... Dus er zit altijd een belofte in. Op de eerste pagina lees je dat al. Van een roman van 1000 pagina's. Ja, of dat die feit dat die 1000 pagina's is. Ja, heel veel dingen beloven iets. Precies. Ja. De pretentie is hier meteen. Wat is de pretentie? En wordt die pretentie waargemaakt? Pretentie-prestatie. Hier is de pretentie-prestatieschaal gewoon heel mooi in balans. De pretentie is heel licht. Ja. En vervolgens presteert hij heel goed wat hij belooft. Ja. Je mag trouwens ook nog dit biertje hebben. Ja. Dit champagne. Ja, sorry. Grappig, wat ik nu dus me realiseer is dat je dus door de een van de, dus oké, ik heb dus blijkbaar kritiek op het origineel Zomergast. Daarom maak ik Zomergeesten. Ja. Ik wil dat programma bevrijden en ik wil de potentie terug. En een van de dingen waar ik nu achter kom is dat het tot nu toe in ons gesprek veel beter werkt als ik fragmenten van jou krijg dan als ik mezelf met dingen kom. Snap je? Het begon met die pingwin. Ja. Dat ging heel goed. Toen ging je vragen naar mijn lijstje. Toen kwam met Fitzcarraldo. Toen zei jij van, stop maar. Oh, maar dat is heel erg. Nee, dat is niet erg. Dat is toch gewoon het onderzoek. Oké, okay, ja. Nu zijn we gewoon bij de snijtafel. Daar was ik zelf nooit mee gekomen, want dat is mijn eigen werk. Ja. En bij TLC. En het gaat weer goed. Ja. Zal ik jou dan jouw volgende fragment geven? Ja, zeg maar waar we het over gaan hebben. Dat is misschien beter. Oké, ik zat te denken... Dit zijn trouwens overigens wel eventjes... allemaal fragmenten die jij mij hebt laten zien. Dus dit zijn... Want wij hebben wat jij denkt dat mijn avond is. Ja, en niet
en niet omdat ik denk van, oh, dit is echt typisch Michiel. Dit doet me zo aan Michiel denken. Maar wel omdat ik weet dat jij een keer tegen mij hebt gezegd, Lara, kom eens kijken. Ga eens dit eens kijken met mij. Ja. Zo van, want dat, ja, dat, ja. Waarom zou je aan mij andere fragmenten laten zien dan aan jouw zomergasten publiek? Ja. Dat is hetzelfde. Je vriendin of de mensen in Nederland of weet ik veel, de presentator. Oké, dan kun je kiezen. Ik zat te denken om Kramer vs. Kramer, de openingsscène te kijken. Die laat ik altijd aan mijn studenten zien. Precies. En dat vond ik ook wel leuk. Ik ga even de traditionele spelen. Waar gaan we naar kijken? We gaan kijken naar de openingsscène. Niet de openingsscène, maar een van de eerdere scènes. Van Kramer vs. Kramer. Het motorisch moment van de film, denk ik. Oké, moet je misschien even voor de leken onder ons uitleggen wat een motorisch moment is? Ik vind al, waarbij het heel makkelijk uitgelegd kan worden, is de Truman Show. Oh ja. De Truman Show is een conceptuele wereld. Ja. Dus eigenlijk een hele statische wereld. Want je hebt gewoon het concept. Je hebt Truman, die leeft in een illusie. Ja. Namelijk, iedereen in zijn leven speelt mee. Ja. En hij is de hoofdrol van een televisieshow. Ja. Als je daar een film over maakt, krijg je een hele statische film. Dus er moet iets gebeuren. Ja. Dus wat laat de maker gebeuren? De maker laat een lamp uit het plafond vallen. Ja. Dat is een motorisch moment. Wat zegt dat moment? Dit concept, Truman, is niet waar. Want er valt een lamp. Pats. Hij denkt, wat doet die lamp hier? Ja. Oh, het is een filmset. Het einde van de film heb je die koepel. En botst hij met zijn bootje tegen de rand van het concept. Ja. En dan gaat hij door dat deurtje naar buiten. Ja. Dat moment correleert met het beginmoment. En dat is die lamp. Het motorisch moment waar de film begint. Hij, het eerste barstje in zijn, het bestaat, dit is een nepwereld. En de antagonist is die wereld. En ook gepersonifieerd in zijn godfather, zijn puppetmaster. En dat is degene, de bedenker van het programma. Ja. En dus in de climax, dus het motorisch moment correleert ook met de climax. In de climax staat hij lijnrecht tegenover zijn schepper. Dus dan vaart hij in dat bootje op zee. En dan zegt hij van boven zo van, probeert hij nog één keer die vader, die geestelijke vader, probeert nog één keer Truman over te halen om in het concept te blijven zitten. Ja. Dus dan krijg je een dialoog tussen hun. En dan dat trotseert hij ook. En dan botst hij tegen de rand van het bootje. Dus het motorisch moment en de climax en correleren met elkaar. Ja, en je zou zeggen, motorisch moment zit altijd ergens in het begin van een film. Ja, het zit in het begin, ja. En is het ook iets wat jij dan doet met je leerlingen? Zo van, oké, we gaan nu eens kijken, wijs het motorisch moment aan. Zou ik dat het is, kunnen? Dat is, ja, tuurlijk kan je dat, ja. Dat is wat ik probeer te trainen. En daarom gebruik ik vaak Hollywoodfilms en films die iedereen kent. Omdat ik dan probeer over te brengen dat iedereen dat kan. Omdat we zo geconditioneerd met die verhalen zijn, dat we gewoon die oude theorieën van Aristoteles gewoon kunnen toepassen op om het even welke film van nu. Het is een oude theorie van Aristoteles. Of het is in ieder geval een verhaal, dat is gewoon idee een klassieke spanningsboog. Een klassieke spanningsboog, ja. En dus je hebt, en voorbij een, wat ik meteen aan moest denken, is dat je bijvoorbeeld een detective, dan begint vaak met een verhaaltje, wat helemaal niks te doen voor het hele verhaallijntje. Ja. En opeens wordt het lijk gevonden. Precies, dus dat verhaaltje wat helemaal niet te doen, dat noem je het exposé. Ja. Dus gewoon wie, wat, waar. Oké, dus we zijn hier nu, we zijn afgedwaald, maar we gaan kijken naar Kramer vs. Kramer. Een van de eerste scènes, motorisch moment. Ja, de scène heeft trouwens ook iets van context nodig, denk ik. Oh, de scène heeft ook iets van context nodig, ja. Dus je hebt twee personages. Het ene wordt gespeeld door Meryl Streep en de andere door een hele knappe man. Ik weet even vergeten hoe die heet. Ja, hoe heet hij nou? Dustin Hoffman. Oh ja, Dustin Hoffman, ja. En Dustin Hoffman heeft een belangrijke baan op Wall Street. En heeft ook promotie gemaakt. En zijn vrouw gaat hem gedurende deze 2,5 minuut verlaten. Ja. En hij komt helemaal vol van zichzelf binnen. En aan het einde van de scène ligt hij helemaal op de grond. Dus dat is ook een klassieke Hollywood truc. Dus dat is goed om te weten dat je daarnaar kijkt. Dus hoe gaat iemand van de hoogste, hoe noem je dat? Hoge status noem je dat. Ja, van hoge status helemaal naar lage status gedurende deze scène. You know Jack Edrich over in accounting? He committed suicide. Yeah, hi. Ted Kramer. Listen, I gotta get those photos from the retoucher by tomorrow morning, okay? I'm leaving you. Honey, please. I can't hear. What? Okay, you too. Thanks a lot. See you tomorrow. You guys eat? Ted, I'm leaving you. Ted. Keys. What? Here are my keys. Here's my American Express card. Here's my Bloomingdale's credit card. Here's my checkbook. I've taken $2,000 out of our savings account because that's what I had in the bank when we first got married. Was this some kind of joke? Here's the cleaning, here's the laundry ticket. You can pick them both up on Saturday. You.
You have to pick them up on Saturday. Joe, you want to tell me what's the matter? I've paid the rent, I paid the Con Ed bill, and I paid the phone bill, so... Well, you really pick your times to... Well, I'm sorry that I was late, but I was busy making a living, all right? Come on, okay? Can we stop now? So, that's everything. Hey. Hey, enough, all right? What are you doing? Where are you going? Come on, just tell me what I did, that's all. Just tell me what I did that's so terrible. You, it's not you. Then what is it? It's me, it's my fault. You just married the wrong person, that's all. Okay, fine. Let's just go inside, please. I can't, I tried. I swear. Joanne, please, now, just, I'm sorry. Now, don't make me go in there. Please don't make me go in there. Don't make me go in there. If you do, I swear, one day, next week, maybe next year, I don't know, I'll go right out the window. Oh, please, now, come on now. What about Billy? I'm not taking him with me. I'm no good for him. I'm terrible with him. I have no patience. He's better off without me. Joanne, please. And I don't love you anymore. Maar ja, deze scène, wat Waarom heb je dit fragment uitgekozen? Voor jou. Vertel eens. Nou, om een aantal redenen. Omdat ik het altijd leuk vind om jij... jij stelt volgens mij hierna altijd vragen aan jou, aan jouw leerlingen, toch? Ja, jij klopt, testen ja. Eigenlijk een beetje. Ja, ik probeer dan te vragen... Ik zeg dan eigenlijk... Probeer deze scènes te zien als een schaakbord. Ja. Met schaakzetten. Ja. En probeer eens met als groep die scène te reconstrueren. Wat zijn de schaakzetten? Ja. En bij schaken schaak je tegen elkaar... Ja. Dat is een krachtmeting. Dus protagonisme en antagonisme is ook een krachtmeting. Ja. Je ziet dat in 3 minuten tijd... Wat ik mooi vind aan de scène is dat het raakt aan... Als je gewoon puur... Dus je kunt natuurlijk zeggen van... Ik hou van allerlei soorten films. Hè, dus dat kan ook... Ik hou ook van heel avant-gardistische films. Maar ja. Dit is een hele klassieke film. En dit is dus... Vanuit die klassieke methode raakt dit aan storytelling perfectie. Gewoon qua hoe knap dit is geschreven. En in die 3 minuten... kun je dat zien aan hoe die schaakzetten lopen. Ja. En dat is heel mooi. Die opbouw is gewoon heel mooi. Dus ik probeer eigenlijk de studenten daartoe aan te zetten... om dat te reconstrueren. En dan merk je dat ze als groep bijna altijd in staat zijn... om al die... Heb ik het 1 keer laten zien en je haalt al die schakeltjes eruit. Wat ze... Ja. Wat zegt die vrouw? Wat brengt ze haar er tegenin? Dus wat, eerst hoort ze haar niet, toch? Dan praat hij gewoon aan de telefoon en dan zegt ze van... Hannie, ik ben bezig. Wat zegt jou dat? Wat is dat voor een... Wat doet een man dan als hij dat doet? Ja, hij is ook. Voor mijn gevoel zoekt hij ook een publiek. Zo van een beetje wat er nou vandaag gebeurt. Want iemand heeft zelfmoord gepleegd. Dus jij zit daar een verhaal te vertellen. Dus hij denkt dat alles wat hij meemaakt interessant is ook voor haar. Ja. Hij zoekt een publiek voor zijn busy leven. Van nou, en de stok ging op en dit en dat. En ik herken dat wel van mensen die heel erg van werken houden. Die denken dat jij het ook leuk vindt om hun te zien. Of ik vind het ook leuk dat mensen mij zien werken misschien. Dus dat is, je voelt je dan toch druk, belangrijk of zo. Ja. Dus daar zit hij een beetje in. En wat zegt dat over zijn personage? Over zijn zelfbeeld? Ja, dat hij een hoog zelfbeeld heeft inderdaad. En ik werk keihard. Ik doe mee met de Red Race. En I'm killing it. En alles moet wijken. En mijn lieve vrouw... zij bestaat niet echt heel erg voor hem. Dat idee kreeg ik wel niet. Ja. En het grappige, want ik heb eerst het fragment gezien. Weet je al veel, hè? Dan heb je, heb je 10 seconden gezien. En dan weet je dit al over een personage. Klopt. En wat weet je van haar? Wat weet je van haar? Je weet... Je bent nu nog voor haar. Ik weet nog dat ik in de film uiteindelijk voor hem ben. Maar in eerste instantie hier ben ik voor haar. Ja, ik ook denk ik, ja. Omdat je toch gebruik maakt van het cliché. En dan zie je ook weer hoe goed clichés werken. Ja. Of cliché. Het archetype. De archetype, maar ook... Dus ik ergerde me vandaag nog aan de hand van een post... over de discussie over het gebruik van karikaturen en stereotypen. Ja. Dit is een stereotype Wall Street medewerker. Ja, en zij is stereotype huisvrouw? Mooie vrouw? Zij is door haar getormenteerde blik niet een stereotype, maar een round character. Ja, klopt. Want een stereotype is van... Hi honey, wil je een sandwich? Ja, of zo precies. Zeggen. Ja, precies. Maar hij is wel een stereotype Wall Street ondernemer. Ja. Maar hier is dat effectief, het stereotype. Omdat je inderdaad tegen hem bent, terwijl je gedurende de film voor hem moet worden. Omdat hij...
als jonge vader, die rol. Alleen maar op zijn werk gefixeerd is, gaat leren om in zijn eentje een jongetje op te voeden, terwijl hij nog geen ei kan bakken. Ja. En dat is een sympathieke weg. Ja. Dus je ziet hoe hij met vallen en opstaan dat leert. En uiteindelijk krijgen ze een rechtszaak. Ja. En staan ze Kramer versus Kramer tegenover elkaar. Ja. En gaan ze strijden over de voogdij van het jongetje. En hij verliest die voogdij. En dat is ook heel emotioneel. Ik weet nu dat ik met tranen in mijn ogen die film met jou heb zitten kijken. Omdat ik zoveel herkende van mij, van mijn eigen verleden. Omdat ik zo ontzettend dat ineens door de ogen van mijn vader en moeder bekeek. Terwijl ik ook gescheiden ouders heb. En ineens dat verdriet van mijn vader voelde. Ja. En dus die film moet in mineur eindigen met dat hij de voogdij verliest. Omdat je dat iets zegt dan op een veel universele level over wat mannen en vrouwen elkaar aandoen door dat op die manier uit te vechten in de jaren 80 en 90, waar deze film ja, met in een ontstaat. Soort scheidingenboom of zo. Ja, precies. Dus die film gaat op een heel diep level daarover. En dus moet je hem opvoeren als Wall Street cliché. Ja, want hij moet groeien. Zodat je antipathie krijgt voor hem. Zodat je sympathie krijgt voor haar. En eerst denkt, goed dat je weggaat. Ja. En dan komt hij er alleen voor te staan. En dan moet jouw liefde groeien voor hoe hij dat doet. En dan komt die klap harder binnen als je ziet wat hij verliest. Ondanks wat hij allemaal voor het jongetje heeft gedaan. Ja, dit is allemaal dramatische dingen. Dus hij moet hem, je moet hem stom vinden, dan moet je hem leuk gaan vinden. Dan moet je voor hem raken, dan wordt het afgepakt. En dan moet je dat inzien. Precies. En niet, ik bedoel, dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Je kunt het ook op een hele aardhuisachtige manier heel erg met allemaal hele echte mensen gaan opnemen. Ja. Maar je ziet hoe goed het werkt als je dat gewoon dus op archetypisch level scherp zet en tweakt. Oké, cliché. Wall Street medewerker. Oké, cliché, huisvrouw. Nee, dat is geen cliché. Ja, maar bedoel, vrouw die iets wil van het leven. Precies, ze zegt, gooi mezelf uit het raam als ik nog langer binnen ben, zegt ze iets, toch? Precies, en daarom noem ik dit klassiek storytelling perfectie. Omdat je ziet hoe goed het werkt als je gewoon dat op de klassieke Hollywood school doet. En dat is ook gewoon Aristoteles goed gedaan anno nu, snap je? Dus dit is gewoon heel goed geschreven en heel goed gespeeld. En dan raakt het je. En ik weet nog wel dat we in diezelfde maand keken wij die nieuwe film. A Marriage Story. Marriage Story. En die raakte me ook wel. Maar ik heb daar niet zitten huilen. En bij Kramer versus Kramer had ik gewoon tranen. Ja. Volgens mij gedurende het laatste half uur heb ik met een brok in mijn keel gekeken. En toen dacht ik, hoe kan dat nou dat die zeg maar wat nieuwere, meer hipsterachtige film, die nog steeds wel heel goed is, me toch niet raakt. Ja. Toch te ironisch is van mij. Toch te veel distantie heeft. Ja. En die ik toch minder geloof. En hoe komt het dat Kramer versus Kramer zo bij me binnenkomt? Dat heeft te maken met hoe dat geschreven is. Ja, grappig. Snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik weet het ook nog. Dat was ook zo. En als ik jou vragen stel over die hoofdpersoon, dan merk je gewoon dat je in een paar seconden gewoon alles over die mensen weet. Ja, behalve dus een beetje over haar. Hoewel ze uiteindelijk is een tel. Want uiteindelijk zegt, what about Billy? En dan snap je dus van, oké, er is een kind. Ik weet niet of je dat al hebt gezien als je deze film dan kijkt. Maar ik had dat nog niet gezien, omdat ik alleen dit stukje zag. En dat zij daar eigenlijk zegt van, I'm not good to him. I'm better off without him. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel raar of zo. Dat ze dan hem achterlaat. Dat een vrouwen doen dat, maar dat is natuurlijk wel heel heftig. Daar zou je haar eigenlijk ook een beetje kunnen afschrijven. Want dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dat je dat doet. Ook al is het voor zelfontplooiing of zo. Er is eigenlijk... Ik zou dan zeggen, dat kun je bijna niet goed... De moralist in mij zegt dan, dat kun je bijna niet goed praten. En nee, het kan wel. Ik heb vandaag stond nog in de AD dat een vrouw in een soort van huwelijk gedwongen was en haar eigen kinderen verliet om eruit te komen. Ja? Het is gewoon ongebruikelijk. Maar het is ook hier is het weer een setup. Daarom is het dat ik dat schaakbord erbij haal. Het is gewoon, je ziet dat het een well-made play is. Dus het is gewoon... Er zijn een aantal dingen bedacht. Ja. Dus daarom dat ik die andere film daarnaast, Marriage Story, die is minder bedacht. Marriage die is Story. Meer zo van, zo is het ook bij ons. Zo is die regisseur van Marriage Story, die heeft zoiets van, zo is het min of meer ook bij mij gegaan. Maar ik heb het theatraal aangedikt, et cetera. Hij heeft allerlei ingangen gekozen. Maar je voelt wel dat er zijn eigen agressie in zit. En dus daarmee kom je dichter in eigen belevingsspace terecht. Ja. En in relatie daartoe is dit veel meer een soort well-made play. Is het veel meer geschreven volgens... volgens vanuit hoe werkt het op een schaakbord. En daarmee is het dus een beetje te bedacht dat zij het haar kind verlaat. Maar dat is nodig voor het scenario. Ja, want uiteindelijk komt ze ook terug en dan heeft ze spijt. En uiteindelijk, weet je nog hoe het eindigt? Ja, tuurlijk weet je dat nog. Ja, dat zij dus de voogdij krijgt over hem. En niet meer wil. Uiteindelijk haakt ze toch weer af. Ja. Ze komt hem dan ophalen, hij heeft dan verloren. En dan komt ze hem ophalen en dan kan ze toch niet opbrengen om in de lift naar boven te komen. En dan gaat dat jongetje met mama mee, maar toch niet. Ja. Dus dan laat ze hem eigenlijk weer in de steek. En dan
Dan is hij toch de betere caretaker of zo. En wat er grappig is, wat ik heel erg, wat ik ook nog wel een beetje bij deze film weet, maar heel erg bij American Story, is hoe je ziet hoe fucked up dat Amerikaanse rechtssysteem is. Yeah. Weet je nog, die dan bij die advocaat is, dat hij dan een soort rekensom krijgt van hoe dat gespeeld moet worden. Ja. Zullen we dat eens checken? Of vind je dat leuk om te kijken? Een stukje scène uit American Story? Ik vind onze aflevering verreweg het beste werken op momenten dat jij zegt dat we gaan doen. En dat ik, en jij zegt ook altijd tegen mij dat ik het beste arguments slaag in wat ik wil als ik het op me af laat komen. Dus ja. Lawyer, grappig. Want als je ik kan zeven jaar schrijven en dat komt niks uit. En als jij gewoon mij laat reageren, dan zeg ik blijkbaar in één seconde wel iets wat ik in die zeven jaar niet raak of zo. Dus, dus ik zou gewoon dingen voorschotelen. You always made me aware of what I was doing wrong, how I was falling short. Life with you was joyless. What, so then you had to go and fuck someone else? You shouldn't be upset that I fucked her. You should be upset that I had a laugh with her. Do you love her? No, but she didn't hate me. You hated me. You hated me. You fucked somebody we worked with. You stopped having sex with me in the last year. I never cheated on you. That was cheating on me. But there's so much I could have done. I was a director in my 20s who came from nothing and was suddenly on the cover of fucking Time Out New York. I was hot shit and I wanted to fuck everybody and I didn't. And I loved you and I didn't want to lose you. But I'm in my 20s and I didn't want to lose that too and I kind of did. And you wanted so much, so fast. I didn't even want to get married. Fuck it! There's so much I didn't do. Thanks for that. You're welcome. I can't believe I had to know you forever! Oh, you're fucking insane. And you're fucking winning! Are you kidding me? I wanted to be married. I'd already lost. You didn't love me as much as I loved you. What does that have to do with LA? What? You're so merged with your own selfishness, you don't even identify it as selfishness anymore. You're such a dick! Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I could guarantee Henry would be okay. I'd hope you'd get an illness and then get hit by a car and die. I'm sorry. Me too. Okay, zeg eens. Ja, dit is natuurlijk gewoon heerlijk om te kijken. Ja. Dus het is sowieso heel goed. Kijk, die Adam Driver is gewoon een briljante acteur. Dat is het echt, hè? Dat zat ik uit te denken. Ik vind hem gewoon zo ontzettend goed. Ja. Alleen ik zit hier toch naar te kijken met een soort afstand. Ik ben gewoon entertained door hun ruzie. En dit is een beetje in de school van dat je het leven echt krijgt door hoe je dat echt herinnert. Ja. Theatraal na te doen. Ja, dus het was niet volgens de wetten van Aristoteles, zeg maar. Nou, nee, die Aristoteles-wetten, dat gaat meer over de techniek van het dialoog schrijven. Hoe scènes correleren met elkaar, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus dit is wel gewoon een climax. Alleen, dit bedoel ik over hoe ze hun acteren interpreteren. Snap je? Ja. Dus ten opzichte van wat we net hebben gezien, is dat van net, Kramer vs. Kramer zit nog veel meer stijl overheen. Ja. En hier is dat losgelaten. Hier is het gewoon zo van, dus er is geen stijl. De regieaanwijzing is, probeer het maar echt te maken. Ja. En dan is het zo van, oké, nu staat het op beeld. Maar het kan nog meer knallen. Oké, nog een take. We gaan het gewoon nog meer... We gaan echt huilen. En dan verzint hij gewoon, dat laatste erbij. Of precies. Zo, ja. En dan gaan ze het nog hysterischer spelen. En dat moet een soort echtheid oproepen. Maar voor mij creëert dat grappig genoeg juist een gek soort afstand. En voor mij, ik zit hier toch naar een soort van... iets te kijken achter een glazen plaat, zeg maar. Ik voel het niet. Ja. Terwijl dat andere is juist door die stijl
creëert juist een soort van intimiteit met mij. Ja. En door de sequentie, snap je? Ja. Doordat Kramer vs. Kramer heeft niet die stijl. Dat het zo echt is. Want ik zat ook net te denken toen... ik ga door, maar ik onderbreek je kort. Over dat ik wou zoiets zeggen als... Eigenlijk op het moment dat hij in de lift staat... kan hij haar gewoon nog tegenhouden. Ja, en als hij zegt, ik ga Billy, laat hem achter. Op dat moment dacht ik van... in realistische wereld zou hij gewoon zeggen van... nou, hou je op en haar gewoon wel met geweld terugpakken. Ja. Of mee in de lift, ga naar beneden. Net zolang haar achterna loopt tot hij gewoon... dit kan, dit ga je gewoon niet doen. En toen dacht ik van, nee, maar het gaat er niet over realisme. Het gaat over... Precies. Over het verhaal, ja. Dat ja, want is ook, stom iets want, om te zeggen van... dat had het ongeloofwaardig of zo. Maar dus het feit dat je dus... zegt dat je een personage hebt die zegt I don't love you anymore en dat je ping hoort en de deuren gaan dicht. Ja. Dat is uit de brein, uit het brein van een scenario schrijver. Ja. Dat is gewoon. Dat is niet hoe het echt is. Dat snap je? Dat is een partituur. Dat is gewoon and I don't love you anymore. Punt. Ping. Deur. Ja. Snap je? Dat is gewoon mooi. Ja. Snap je? Dat moet je eigenlijk waarderen, zoals je ook bepaalde noten achter elkaar waardeert van een Mozart-compositie. Ja, je moet gewoon die compositie waarderen. Ja. En je moet dat scenario waarderen. Of dat hoeft allemaal niet, hè? Maar dat, zo kijk ik daarnaar. Als een partituur of als een klokwerkje of een Zwitsers horloge. Snap je? Het is een techniek. Ja. Het is een technici die zeggen: Oké, de scenario-schrijver hier zegt: ik doe er niet toe. Ik ben onzichtbaar. Ja. Tarantino bijvoorbeeld, herken je aan een shot. Dan zie je meteen die 4, 5 zonnebrillen op in die auto bij Kill Bill. En die auto rijdt, je ziet alleen die zonnebrillen. En je ziet die auto rijden, je denkt gewoon van... We zitten in Tarantino's hoofd. Gaan we zo even kijken. Ja. We zitten in Tarantino world. Ja. Nou, bij hem is die stijl weer... En bij hem bedoel je nu Noah Baumbach, de regisseur van deze film. Bij Tarantino is het heel belangrijk. Dat is een auteursfilm en dat druipt van de stijl. Ja. Bij hem is die stijl belangrijk. Ja. Bij Kramer vs. Kramer... Hier zegt de regisseur en scenario-schrijver, wij zijn onzichtbaar. Ja. En dat zij zichzelf onzichtbaar kunnen maken, dat komt omdat zij als vakmannen dat verstaan. Om heel die dat Zwitserse horlogetje te maken voor ons. Zodat wij aan het einde iets gaan voelen. Het is wel belangrijk, zo ping. Maar, maar het is niet zo van, oh, dat is echt typisch Birdly Kramer van de ene. Nee, dus misschien gebruik ik het verkeerde woord met stijl, maar dat is in ieder geval de Ik snap dat, voor mij is het wel helder. Dus En bij deze Bauman, hoe heet die? Ja, Noah Baumbach. Maar Baumbach. Bij Baumbach, dat is duidelijk ook zo iemand die carrière maakt op een manier zoals Wes Anderson of zo. Zo in soort van... Ja, zo als auteur. Ja, als hij is het. Ja, dus hij heeft vervolgens... Hij heeft misschien 3 of 4 goede films gemaakt. Welke in ieder geval, nog meer ook weer? Ik weet niet meer, maar in ieder geval... Ik vond misschien geen goede films. Maar het gaat erom dat het wereldje dat goede films vindt. En dus mag hij een volgende film maken. Maar zijn leven ligt in de puin. En hij kan dan denken, maar dat is mijn volgende film. Ja. En daar maakt hij dan een film over, snap je? En dat zit ook helemaal in de bloedvaten van die film. En dus je ziet wel dat hij zijn vak verstaat. En dat hij goede acteurs kan casten. En dat het op de oppervlakte een mooie, vette, spannende, goede film is of zo. Maar het raakt niet de diepte van Kramer vs. Kramer vanwege die techniek en die beheersing en dat onzichtbaar maken. Ja. En het raakt ook niet dat vette van Tarantino, van dat druipende van die stijl van dit is mijn hoofd. Ja. Het is een soort van, ja, ik weet niet, dat... Ik snap wel wat je bedoelt. Ik kan niet goed uitleggen, maar dat zit een soort van, de pretentie is hier zo van, ja, eigenlijk is het zo van, kijk naar mij, want ik ben een filmmaker die vette arthouse films maakt of zo. Dat is gewoon wat eronder zit. Ja, ik ben met je eens hoor. Ik weet en daarom wel... komt het bij mij niet binnen. Ja. Ik vind het vette scène. Ja. En ik vind eigenlijk de vetste scène, dus die hebben we niet gekeken, maar van Ray Liotta, die als een soort van beer gewoon zo bam, bam, bam. Nora, I like how you refer to Charlie's Theater as a ramshackle downtown dump when you're arguing custody. But when you want more money, he's a big, rich, genius Broadway director. You can't have it both ways. Die acteerprestatie, dat vind ik gewoon heerlijk om naar te kijken. Oh ja, jij vindt het echt, jij kijkt al naar zijn acteren. Ja, ik kijk ook wel gewoon echt naar wat hij daar zegt. Wat een beest. Ja. Weet je wel, ik kijk naar die scènes als je ook kijkt naar Tyrion in Game of Thrones. Die zeg maar zegt van, jullie veroordelen mij omdat ik een dwerg ben. Je kijkt gewoon naar dat Shakespeareaanse van het acteren daar. Zeg maar. Ja, grappig ja. Nou vind ik dat goed. En hier kijk ik ook naar Adam Driver die losgaat. Ik vind eigenlijk nu schrik ik ervan hoe niet goed ik haar vind. Ja.
Ik dacht dat ik haar goed vond, maar eigenlijk vind ik het toch niet zo goed. Ik vind Adam Driver goed en daarom vind ik de scène goed. Ja, ik heb ook moeite met, want ik heb de film natuurlijk gekeken, maar dat ik inderdaad haar ook zo'n vervelend personage vind. Ja. Dat ik, en ook zo erg voor hem ben of zo. Ja. In het hele verhaal, dat ik gewoon haar, ook al acteert ze, of ze acteert het misschien ook niet goed. Ik weet nog dat ik het met Kate erover had en zij vond het ook niet goed. Zij had ook kritiek op deze film, ik ben vergeten wat het was, maar toen dacht ik, Dat hij haar laat haar ook een beetje winnen in de film. Uiteindelijk is zij dan iemand die ook gaat regisseren en dit. En hij zijn hele founder, hij krijgt een fund en dat stort dan in. Ja. En hij gunt haar dat of zo. Dat zij dan wint. Terwijl maar voor mijn gevoel wel vanuit zijn perspectief is geschreven. Ja, dat is niet goed. Dat is, dus hij maakt als maker de fout om te denken dat ten eerste zijn leven de film is. En dan gaat hij dat styleren. En dan krijgt hij toch sympathie voor zijn ex. Die dus eigenlijk beter af laat komen in de film. Dan dat je haar gunt op basis van de variabelen die je krijgt aangeboden. En ook dan echt zo is. Want we hebben die film, ik heb haar wel eens gezien. Zij zit ook in Kids, of nee, in die film Nicole Kidman die we hebben gekeken. Nee, zij is in ieder geval niet iemand die helemaal is gaan flourishen daarna. En allemaal is gaan regisseren of zo. Het volstaat, maar het is niet helemaal goed wat zij doet. En dus ook en ik denk dat zij dus hoe heet ze, Scarlett Johansson speelt dus haar rol met een soort zelfgenoegzaamheid van dat ze weet dat zij dus ook een punt heeft en gelijk heeft en dat zij in een soort van, zij is een slachtoffer van zijn carrièredrang in New York en zij is altijd in schaduw geweest en nu wordt ze soort empowered. En gaat zij dus in Los Angeles aan de slag. Ja. En dat is dus, als zij dit als een bitch zou spelen, zou dat sterker zijn, snap je? Als zij een klein beetje daar ook weer de bitch van speelt. Ja. Als ze een klein beetje, dus niet alleen denkt, dit is een goede rol, want ik speel hem echt. Ja, dus dan vind ik dat echt te slecht. Ja, ja. Want dat ik denk van, maar het is niet echt. Het is ook weer bedacht. Ja. Dus speel nou de stijl van die keuze. Ja, en ga nou eens bladeren hoe je hem kan spelen. Probeer nou eens, probeer het eens een klein ze beetje egoïsme. Allebei gelijk of zo. Ja. Allebei zijn ze zo ontzettend ontwapenend. Nu zijn ze ontwapenend lelijk. Ja. Maar je bent echt lelijk als je gewoon ziet wat daar righteous en bitchy van is. Van dat weer doen met hem. Terwijl hij misschien daadwerkelijk getalenteerd is. Ja. En jij misschien daadwerkelijk niet zo getalenteerd bent. Ja. En wat is daar pijnlijk aan? Dat jij in de schaduw staat omdat dat masochisme van jou is. Omdat jij echt in de schaduw van hem staat. Ook als je wel kansen krijgt. Snap je? En wat daar erg aan is. En wat dat niet met feminisme te maken heeft. En niet met ongelijke kansen en Hollywoodcultuur in Amerika. Maar gewoon met dat je niet zo talentvol bent. En dat, snap je? Grappig, stel je voor dat dat het is. Ja, speel dat, dan als de bitch. Ja, speel dan als degene die daar zuur over is. Precies. Of zo. En dat dan, speel daar dan dus het cliché van. Of de stereotype. Ja. En kijk eens wat dat met je scène doet. Snap je? Ja. Dat zou ik nu zeggen als regieaanwijzing tegen hun. Als we hem opnieuw zouden spelen. Snap je? Ja. En dan zou ik willen weten of ik het ga voelen. Maar dan ga je en dan gaat nu iemand tegen mij weer zeggen van, maar dat is jouw male gaze. Of dat is jouw manier van kijken. Niemand gaat dat zeggen. En ik bedoel, dus dat is eindelijk. Dat krijg je nooit. Dat zie je alleen als je het ziet of zo. Maar dat kun je nooit uitvechten. Snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, fijn. Nee, is goed. Leuk. Leuk. Oké, grappig. Ik had net nog een soort, dat ik voor mijn gevoel hadden we nog een fragment dat we benoemden, waar we natuurlijk naartoe konden gaan. Ik vind het grappig, want ik begin nu eigenlijk te denken van, dit werkt toch? Ja. Zo van ik bedoel, ik denk van, dit wil je. Je wil, dat zeg je ook vaak. En nu zijn we het gewoon eindelijk aan doen. Ja. Nog eentje. Sorry. Vorige week heb ik de podcast gepubliceerd met Naomi Velisariou. Ja. Zij heeft Permanent Destruction. En zij zegt op een gegeven moment van, ik kan wel natuurlijk Jacques Brel gaan zingen. Maar ik heb blijkbaar in mijn performance, zij heeft een performance, een soort Lady Gaga-achtig popconcert. Ja. En dat zegt zij, ik heb bijna die tegenkleur nodig van dat popconcert. Om uiteindelijk de teksten van Sarah Kane en Heiner Müller. Authentiek over te brengen. Dus als een tegenkleur, snap je? Ja. Daar moet ik nu aan denken. Dat je soms, heb je dit hele toneelstukje nodig van, we gaan zomergasten nadoen. Zodat er eindelijk, na 2 uur praten, een moment ontstaat dat jij gewoon
nu mij eindelijk hebt waar je me altijd al hebben wil in een seconde. Namelijk dat ik gewoon on the spot, zonder dat ik me heb voorbereid, reageer op iets wat we niet hebben bedacht. Ja. En want uiteindelijk gaat het er niet om dat ik de 16 belangrijkste fragmenten van mijn leven uitkies. Het gaat erom dat wij over Marriage Story hebben en over Kramer vs. Kramer en nog twee andere films die totaal random zijn. Ja. Maar dat we daarin iets laten overbrengen wat voor ons echt is, waar we gepassioneerd over zijn. Zodat iemand anders weer gepassioneerd gaat zijn over zijn eigen shit. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Dus daarom denk ik, dat is een spoor om te volgen nu. Ja. Dus ik heb twee sporen. Ik heb een spoor dat ik namelijk me afvroeg, vind jij Scarlett Johansson een inherent slechte actrice? Of heb jij ook herinneringen aan haar dat je haar een goede actrice vindt? Nou, ik ben dus van de jaren 90, toen was ik tiener. Dus ja. Ik ben van die school dat je haar dan knap vindt, omdat ze echt is. Ik vind haar ook knap. En ze is echt. Dus daarom is ze ook gecast voor deze film, omdat ze echt is. Hè? Ja. Want hij is echt haar obsessie. Nou, maar ook omdat zij dus, zeg maar, zij is echt en dan wordt zij wat ouder. Ja. En dan heb je dus de girl next door, die ze altijd is in die films. Dat heb je, dat it wears off, zeg maar. Het werkt uit. En dan krijgen ze die rollen waar dat gethematiseerd wordt. Snap je? Zij zie je ook een vrouw die ook in haar begin 40s of zo, die dan een ze soort is ook actrice, door. Ze is ook actrice. Dus zij moet ook. Het moet een beetje lijken alsof zij worstelt met diezelfde dingen of zo. Ja. Toch? En waar vond jij Scarlett Johansson bijvoorbeeld goed in? Nou, dus ik herinner me. Dus, Vicky Cristina Barcelona vind ik echt een briljante. Vond ik echt een van de beste Woody Allen's, ja. Ja? En beter bijvoorbeeld ook dan Matchpoint? Of Lost in Translation? Matchpoint vond ik ook goed. Lost in Translation vond ik destijds ook goed. Maar ik weet inmiddels dat het ook een beetje een gekke film is. Zullen we even één scène kijken uit Vicky Cristina Barcelona? Ja? Net wat jij zei, dat klonk even in mijn hoofd als een kritiek op Scarlett Johansson, dat ze hem niet goed speelt. Maar eigenlijk is het een kritiek op de regieaanwijzing van Noah Baumbach, die niet interessant bladert in haar type vrouw. Die eigenlijk niet eerlijk durft te zijn over welk type vrouw zij echt is. Ik weet niet, ik vind het moeilijk om de Zwarte Piet ergens neer te leggen, omdat ik dus ook niet op die set sta. Nee. Ik denk dat ze allebei, want Adam Driver die doet het ook wel goed, ondanks de context. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat zij het net niet helemaal kan spelen of niet in zichzelf kan zoeken. Ja. Of hij heeft toch een beetje een cliché geschreven. Of niet een cliché, dat heb ik net. Nee, Hij heeft het te liefdevol geschreven. Ja, hij is, denk ik, ik voorspel dat hij bezig is met hoe zijn vrouw gaat reageren in de première op Cannes, zeg maar. En dan moet hij dan toch weer champagne mee gaan drinken. En dan zo van, ja, ik vond het wel een beetje, snap je? Ja, 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 dus hij probeert haar ook eervol te representeren of zo. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij daar te veel door afgeleid raakt, snap je? Ja. Vicky en Christina left the art gallery and decided to go for dinner. They strolled past the church in the wonderful summer night air while people celebrated, finally winding up around midnight at a little restaurant. Well, it's just nice to be able to not have to worry about if some place is going to stay open. Or... Yeah, but we probably should be worrying about our dreams. Who are you looking at? Isn't that the painter that we just saw at the gallery? Oh yeah, right. He's the painter with the bad divorce. Yeah. Mark told us it was half listening. He keeps looking over here. Well, that's because you keep provoking contact. I'm not provoking contact. Why are you been throwing little looks at him all night? I'm just drinking my wine. Mm-hmm. Yeah, of course you are. You must be doing something because he's coming over. American? I'm Christina and this is my friend Vicky. What color are your eyes? They're blue. Well, I'd like to invite you both to come with me to Oviedo. To come where? To Oviedo. For the weekend. We leave in 1 hour. What? Where is Oviedo? A very short flight. By plane? Mm-hmm. What's in Oviedo? I go to see a sculpture that is very inspiring to me. Very beautiful sculpture. You'll love it. Oh, right. You're asking us to fly to Oviedo and back. No, we'll spend the weekend. I mean, I'll show you around the city and we'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love. Yeah, who exactly is going to make love? Hopefully the three of us. Oh, my God. I'll get your bill. Jesus, this guy, he doesn't beat around the bush. Look, senor, maybe in a different life. Why not? Life is short.
Life is dull. Life is full of pain. And this is a chance for something special. Right. Well, who exactly are you? I am Juan Antonio. And you are Vicky. And you are Christina, right? Or is it the other way around? Yeah, but, yeah, you know, right. It could be the other way around because, frankly, it doesn't matter because either of us will do to keep the bed warm. You know, I get it. Well, you're both so lovely and beautiful. Yeah, thank you, but we do not fly off to make love with whoever invites us to charming little Spanish towns. Does she always analyze every inspiration until each grain of charm is, squeezed out of it? I guess I have to say that my eyes are green, actually. Oh, God. Look, I wouldn't call our reluctance to leap at your sexual offer being overanalytical. If you would care to join us for some recognized form of social interaction like a drink, then we'd be fine. But otherwise, I think you should try, you know, offering to some other table. What offended you about the offer? Surely not that I find you both beautiful and desirable. Offended me? No. It's very amusing, galling, to be honest. But is it my imagination or is it getting a little late? Should we go? I would love to go to Oviedo. What? Are you kidding? Can we discuss this? I think it would be so much fun. I think we should go. I would love to go. Christina, can we discuss this some other time? When you know, when I saw you across the room at the art gallery, I noticed you have beautiful lips. Very full, very sensual. Thank you. Okay, look, I'm, you know, if you want to go... I can't guarantee the lovemaking because I happen to be very moody. Let's not negotiate like a contract. I came over here with no subterfuge and presented my best offer. Now I hope you will discuss it and give me the pleasure to take you with me to Oviedo. I have the good fortune to borrow my friend's plane. It's just big enough for the three of us, and I'm a very good pilot. Oh, it sounds very safe. Think it over. Echt heel erg grappig. Ja. Ik identificeer me dus helaas met die andere. Welke andere? Met dat meisje die dus niet wil gaan. Ja. Jij voelt altijd heel goed die MeToo-situaties aan, toch? Ja, maar dit vind ik niet echt een kwestie van MeToo, hoor. Dit vind ik gewoon... Nee. Dit sorry, vind ik meer een... Ik dacht, dit is toch duidelijk zo'n case nee, dit is gewoon die bril bekeken kan worden. Zo. Ja, nou, dit is gewoon een man die heel erg... Ja, misschien wel, maar door de scène krijg je heel erg duidelijk sorry, idee. Ik vind van niet, hoor. Maar ik bedoel, dat is wat we tegenwoordig... Het spelletje wat tegenwoordig overal gespeeld nou, wordt. Hij zou misschien wel... Zij reageert ook op hem van... Nou, jouw offer van lovemaking. Dat is belachelijk. Maar omdat zij de ene zegt, ik wil dat, en de andere zegt, dit gaan we echt never doen, zie je dus dat er een keuze is. Voor mijn gevoel wordt dat wel laten zien. Maar ik wil eerst even jij, want jij hebt dit fragment half uitgekozen. Nee, ik heb het niet uitgekozen. Jij zei wel net van, je speelt het heel goed. Ja, hier speelt Scarlett Johansson echt heel goed. Ja, dit speelt toch helemaal dat meisje, hè? Ja. Zo, ik vind het echt een geweldig goede scène, omdat je... Wat doet ze eigenlijk, hè? Ze doet een beetje hetzelfde wat ook zo goed is aan Rachel en Friends. Ja. Snap je? Dat ze gewoon... dat je dus... die ene vrouw is geprogrammeerd met... wat hoort. Maar ook wel met... Zo van, want hij... Ik heb jou het woord gegeven, maar nu ga ik toch even terugclaimen. Als vrouw ken ik deze situatie heel goed. Okay. Zeg maar, Scarlett Johansson zit de hele tijd zo te lonken. En het is wijn, daar maakt ze ook een comment over. Weet je, van, wie is toch die man? Hij kijkt even naar ons. En ze zegt, ja, hij kijkt naar ons omdat jij hem aan het lokken bent met je blik. Weet je wel, ze kolt dat ook. Yeah. Dus hij komt eigenlijk duidelijk naar voren... Omdat Scarlett wil seks wil hebben met hem en hij ook met haar. En hij inderdaad ook wel met haar. Zo van, dat ziet ze op zich wel goed, maar ik heb wel het gevoel dat hij voelt dat Scarlett daarvoor open staat, toch? Ja. Ik noem maar even Scarlett, ze heet Vicky of Christina. Ja. Dit maakt voor de kijker dus ook niet uit. Nee, voor de kijker ook niet dat uit. Dat is ook weer de ironie van Woody Allen. En dat vind ik dus, dat maakt je film ook zo goed. Dat je dus inderdaad die ultieme vervangbaarheid van Vicky en Christina ergens ook in kaart brengt.
zijn. Want zij is ook eigenlijk mooi, hè? Is ook een mooie vrouw. Die andere actrice met bruin haar is ook mooi. Maar die speelt, die zit ook zo, hè? Ze met de lichaamstijl analyse. Ja. Zij reageert heel erg met haar hoofd. En ik heb ook heel vaak, ik ben natuurlijk veel ook met Coco op reis geweest. Die kan ook dit soort mannen altijd op zich afkrijgen. Ja. En dan is het altijd weer zo van... en dan meestal is het zo van... Hé, hey, en dan krijgen ze naar mij en ze van... Hoe heet deze mooie vriendin van jou? En dan is van, dit is Coco. Ja, gewoon dat je zo wordt gebruikt in een spel. Wat zij nu ook een beetje wordt. Maar ze wordt dan wel uitgenodigd. Maar het is duidelijk een soort geile zindering tussen die andere twee. Maar hij zit ook de hele tijd naar haar te kijken. En hij nodigt ze eigenlijk allebei uit. Omdat hij weet, als je er één uitnodigt, dan komen ze misschien niet allebei. Of zo, weet je wel? Zo, voor mijn gevoel is het een beetje dat. Maar misschien wil hij ook wel echt met hun allebei naar bed. En dan is die andere, zij is zo heel Woody Allen-achtig in haar hoofd. Weet je wel? Zo van, nou, dit vind ik een beetje raar. Je mag hier best erbij komen zitten zoals in een normale sociale situatie. Ja. Maar dit vind ik een absurde sociale situatie. Ja. En either of us will do. En hier beledigt zij nog een keer haar vriendin. Hè? Zo van, in this case, you. Terwijl ik had wel het gevoel dat hij misschien liever met Scarlett Johansson naar bed zou gaan. Of had jij dat gevoel niet? Ik weet niet. Ik heb het idee dat hij inderdaad dagdroomt over dat hij ze allebei kan binnendoen. En dat is ook weer zo leuk. Ik vind dat dus Woody Allen hierin is geslaagd om... Ja, wat ik destijds zo goed vond, was dus... Hij kiest hier... Dus je hebt eigenlijk Woody Allen films. Daarin heeft hij altijd Woody Allen-achtige hoofdfiguren. Die hij ook vaak zelf speelt. Ja. Dat, ik vergelijk dat een beetje met een Grunberg-roman. Die ook een soort altijd Grunberg-achtige personages maakt. Hè? Ja. En Grunberg heeft op een gegeven moment Tirza geschreven, waarin hij dat een keer niet doet. En dat werkt ineens dan ook verrassend goed. Dat, die roman is ook heel geliefd. Ja. En dat doet Woody Allen hier ook. Hij, hij heeft voor het eerst, of niet voor het eerst, maar hij laat een paar keer. In die fase van zijn oeuvre laat hij dat typetje los, wat hij zelf heel goed kan spelen. Dat erotische, ik ben eigenlijk niet geil, maar ik ben wel geen andere. Ja, gewoon die. En hij maakt personages. Maar hij doet dat niet door zichzelf helemaal weg te cijferen. Dus dat is weer hetzelfde. Hè? Dus wat ik wil zeggen is dat hij net als wat ik zeg bij Tarantino... is hij gewoon het universum. Ja. Snap je? Dus we zitten zeg maar met die voice-over. Zo van, dit is een soort van sardonisch plezier... waarin Woody Allen met zijn voice-over zijn poppetjes bestuurt. Van, nou, toen gingen Vicky en Christine voor hem ook eten. Inwisselbaar zijn. Snap je? Dus dit is gewoon een soort van heel vilijn grappig spelletje... met hoe... in zijn beleving mensen doen op vakanties. Ja. En hij schetst die naïeve Vicky en Christina. En die ook heel erg wisselbaar zijn. En die ene is natuurlijk wel flirterig. En die andere is gewoon een beetje rigide. Rationeel. En die hebben dan een soort ruzietjes. Maar uiteindelijk gaan ze allebei toch. Ja. En daar, om dat op gang te brengen heeft hij die... bijna clichématig ook weer... karikatuur van een kunstenaar nodig. Ja. Nou komen we bij wat ik dan het moment is wat me het meest bij is gebleven. Dat ze op een gegeven moment, als ze daar op een gegeven moment ook naartoe gaan, dan gaat hij ook nog iets schilderen. En dan zie je hem als een soort Jackson Pollock-achtige genius. Zo met zijn handen zo. Zo helemaal zo op een, als een doek wrijven. Ja. En wat ik zo goed vind aan Woody Allen is dat hij daar een soort van hybride creëert. Van iemand die tegelijkertijd volstrekt bespottelijk is. Ja. Maar ook die toch heel echt is. Dus je gelooft op een vaag oppervlak, op het ene level geloof je dat hij echt zo'n kunstenaar is en echt geniaal is of zo. Ja. Terwijl, omdat Jackson Pollock toch ook echt bestond of zo, hè? Ja. Met die verfslierten en slingers. Ja. En toch zie je dat Woody Allen gewoon soort van gaat nadenken over, wat doen al die bespottelijke kunstenaars? Oh, die hebben gewoon iets heel natuurlijks en oers en heel erg met hun lichaam. Sex. En dat maakt hem ook mannelijk en sexy. En dat is zijn manier om met zijn agressie om te gaan met dat soort mannen die waar hij het ook tegen aflegt, snap je? Dus dat zit dan allemaal in één poppetje voor hem. En dat beschrijft hij dan met die ironische afstand van hem. Met die voice-overs. Ja. Doordat echt ook weer als een schaakbordje van... En toen gingen Vicky en Christina naar dat Javier Bardem-personage toe. Want ze trapte toch een beetje in hem. Weet je wel? Ja. Dat is gewoon jaloersmakend. Zo weer dat het dan denkt van... Hoe doet hij dat? Het is zoveel plezier en venijn en zo in die film. Ja, want waar zit dat bijvoorbeeld? Want waar zit dat hierin dat die man een idioot is en ook for real? Dat zit in deze scène. Ja. Dat zit in die allereerste blik. En dat speelt hij ook voortreffelijk. Je ziet meteen, dit is waarschijnlijk ook de eerste scène waar hij in zit. Dat zie, ik weet niet of dat waar is, want ik heb die film al 15 jaar niet gezien. Hier dat hij aankomt lopen. Ja. Eerder. Ja. Eerder. Hier. Ja, dit shot. Dat hij achter die paal komt. Ja. Dit. Ja, nee, ik wil het gewoon zien. Snap je? hij speelt hem. En de regieaanwijzing kan hier zijn van...
Je bent een pompeuze idioot. Ja, nee, maar van speel eens even echt die man. Ja. Maar de regieaanwijzing kan ook zijn van... doe eens even op het meest bespottelijke niveau zo'n man na. Snap je? En het is allebei waar. Ja. Snap je? Ja. En dat speelt hij zo goed. Maar je ziet ook dat Woody Allen dat zo goed begrijpt... dat hij dat personage creëert daar. Ja. Dus dat is, hij speelt ze gewoon op twee sporen. Ja. Snap je? Ja, dat is echt zo. Dat is echt ook, briljant. Dat is echt briljant. Dat is ook in die opmerking dat hij dan zo zegt van... en some lovemaking. Ja, dat hij dat dan voorstelt of zo. Dat is natuurlijk echt bespottelijk. Maar daarna zegt hij ook weer zoiets van... waarom, what on my offer has offended you? En dat doet mij dan eigenlijk ook weer denken aan mijn vader... die ook een oprechte vraag kan stellen in een gek moment of zo. Mm-hmm. En dat is ook wat zo'n man eigenlijk nooit zou doen. Weet je wel? Dus dat, daarin zit hij ook weer... nou, dat is misschien niet, dat, dit sluit niet 100% aan met wat jij zegt... maar het doet me daar wel aan denken dat hij een enetje switch deed. Van, oh, vreselijk figuur. Ja. En ja, hij heeft ook wel gelijk. Of zo. Van, ja. Het is toch ook, het leven is ook saai. En het is toch ook gewoon cool om zo'n voorstel te doen. Ja. Maar meestal ik vind het ook heel leuk dat hij zegt van... ja, dit was gewoon mijn beste voorstel. Ja. En dat, vind ik ook, dat maakt hem dus, vind ik, charmant en innemend. Ja. En dat maakt hem dat hij toch... ja, ook een beetje wordt ingepakt. Dat hij dus eerlijk is over... ja, oké, okay, lees er maar een MeToo-voorstel in... ik bedoel het gewoon oprecht. Ik bedoel het op ik een zou mooie dit manier. Leuk vinden. Ja. Je kunt er, je kunt meegaan of niet natuurlijk. Maar dit is gewoon mijn beste offer. Ja. Zoiets. Zo, dat vind ik de subtext een beetje van, de, van wat, hoe die weg weer weggaat. Ja. Ja, dat is grappig. Ik, in mijn hoofd gieren zou ik helemaal niet allebei. Maar dat gaat natuurlijk wel. Want dat is naar de film. Volgens mij gaat eerst de ene en dan... komt die andere en die wordt dan ook verliefd? Nou, maakt het niet uit. Maar we gaan, ik wil heel graag deze heel film. Niet meer gezien. Laten we echt gaan kijken. Nou, dit wordt de zomergastenfilm. De zomergeestenfilm. Dit gaan we vanavond, na de aflevering, gaan we deze kijken. Dat besluit ik nu, zeg maar. Thuis. En dan kunnen we weer even opnieuw kijken. Van, is hij nou echt zo goed? Of is hij eigenlijk nu helemaal niet meer zo goed? Dat weet ik niet. Ik vond hem toen in ieder geval heel goed. Ja. En het lijkt me een goede keus. Want dit is precies wat je nog even wil zien als je al moe bent van deze 3 uur. Ja, precies. Ik vind ook echt. Ik ben ook heel erg. Ik heb de film ook maar 1 keer gezien. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, top. Oké, okay, leuk. De zomergeestfilm. En dan van kun je. Dit moet ik me even tot een camera richten. Laat vooral weten wat je van de zomergeestenfilm vond. Via DM op Instagram. En daar gaat het gesprek verder. En ik, weet je... hashtag. Ja, nee, precies. Nee, dat is wel waar. Dat is toch belangrijk? Dat ja, dat is belangrijk. Door kan praten. Ja, okay. Dat je door kan praten. Okay. Dit is wat jij eigenlijk moet doen. Want ik ben niet de presentator vandaag. Ik had ook wat doen. Nou, nee, jij hebt het al gedaan. Oké, okay, ja. Oké. Okay, Volgende fragment. En ik moet ook even plassen eigenlijk. Ik ook. Oké, okay, dan kunnen we even 1 seconde pauze. We laten het doorlopen, oké? Okay? De camera en de audio. Mm-hmm. Even pauze. Ja, zo. Ja, dat is ook weer, dus ook dit wil ik weer even zeggen. Dus nu kunnen we even de mensen die in de pauze zich vervelen, kunnen even overschakelen naar Sandra Filippen op de alternatieve kanalen. Oh, dat is de zomergast. Dat is de zomergast van vandaag. Dus die is nu bezig. En kijk maar, misschien dat je daar blijft hangen. En als je dit leuk vond, dan kun je hier weer terugschakelen naar YouTube. Ja, we zitten er lekker in nu, hè? Ja, toch? Kan ik nog doordrinken? Of is dat ja, doe maar. Nee, maar het is leuk. Het is prima. Ik voel dat ik even mijn woorden schrijf. Ja? Oh, je hebt al eerst... Oh. Nee, dit is... ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat het heel lekker gaat. Okay, we gaan door. Wat is jouw indruk, Thomas? Ja, nee, jullie waren nog mensen. Ja, hè? Het is eigenlijk heel grappig, omdat het dan dat traditionele van die fragmenten werkt heel goed. Ja. Maar het werkt grappig genoeg veel beter als dat gewoon niet je fragmenten zijn, maar gewoon random fragmenten. Ja. Want dan moet je, want ja, nee, dat heb ik net al allemaal gezegd hoor. Maar, dus even, maar jij zegt altijd tegen mij dat je mij veel meer helder en scherp vindt als ik iets voor het eerst zeg. Gewoon als reactie op iets wat je vraagt. En, en als je iets bedenkt, dan denk ik, oh, dan wil ik dit zeggen of dat zeggen. En dan wordt het... Nee, klopt, ben ik met je eens. Ik moest ook denken, want als ik jou zo hoor praten over al die dingen, over, nou, gewoon, we hebben het net allemaal over Hallen, over motorische momenten en over hoe hij komt aanlopen, wat de regie aanwijzing kan zijn, dan vind ik jou zo geen deranged penguin. Zeg maar, oké, okay, we zijn weer begonnen. Ja, vertel verder. Dus dan vind ik dat, dat voor mijn gevoel hoort dat ook echt bij jouw kunstenaarschap, wat jij jezelf aandoet, inderdaad. Waarvan jij dan vindt dat je dat dan moet doen. Of hoe je misschien, als we dat algemener willen maken... Hè, dat is natuurlijk ook altijd wat zomergasten doet. Dus dat kan zomergeesten misschien ook proberen. Dat je dan
Dat mensen vaak helemaal heel moeilijk kunnen lokaliseren waar hun talent nou ligt. Of waar hun kunstenaarstalent ligt. En niet dat jij dat niet kan, hoor. Maar... Ja, nee, ik denk dat ik dat niet kan. Ik denk dat dat klopt. Ik denk dat, dat jij dat goed kan met mij. En jij kan ook steeds mij op het allerstrengste niveau terugfluiten. En dat is goed, denk ik. Daar luister ik naar. Dat waar. Misschien dat andere mensen 100 keer liever jouw eigen fragment hadden gehoord en al jouw filosofische ideeën. Ik denk dat het goed is dat ik dat boek heb weggegooid en dat niemand dat zou hebben gelezen. En ik denk dat ik nu, doordat ik heb bedacht, ik ga echt met een lege pagina komen, heb ik dat hele idee van een boek weggegooid. En ga ik gewoon weer een gekke format maken. Ja. En dat lijkt misschien weer een beetje op wat ik deed. Dat denk ik nu. Van dit lijkt. Ik heb nu het plezier wat ik had toen ik die 5 afleveringen voor de VPRO maakte van de Snijtafel. Dat was ook zo'n project van 5 afleveringen. Dat had zoveel energie toen in de ruimte. Ja. En dat is nu weer een herinnering. Dat is 7 jaar geleden. En ik denk van, oh, ik heb dat gevoel weer terug. En dat komt omdat jij zegt van, gooi dat nou weg. Snap je? En nu zelfs omdat ik jou weer begrens met fragmenten. Nu probeer ik nog in dat eerste half uur een heel klein beetje context te geven van dat oude. En dan raak je toch weer verveeld. Dan denk je van, ga je nou weer daarover beginnen? Dus nog steeds niet. Zie je hoe moeilijk het is om het offeren. Snap je? Dan verbrand je het. En is er nog een snippertje niet verbrand. Dan moet je dat ook nog in de fik zetten. Snap je? Oké, nu is Fitzgerald echt weg. Nu is die echt eigenlijk... Mijn boot gaat niet omhoog, zeg maar. Oké, dat is weg. Die metafoor, ik heb nu toch weer boot gezegd. Nee, weg. Hou op met je... Met je kankerboot. Gewoon weg. Jij zei ook meteen van... Je ging toen ook heel erg over de... Ik zit bij een uitgeverij, ik zal de naam niet noemen. Ja, maar jij zei ook van, ja, daar zou ik het niet uitbrengen. En toen had ik ook meteen zoiets van, nee, je hebt gelijk. Zo meteen, in 1 seconde, weet je wel. Je begon een beetje over die stoffige cultuur. Ja, die omslagen, daar wil je toch helemaal niet daarbij horen. Zo, echt op schoolpleinniveau, weet je wel. Ja. En toen, vanaf toen heb ik... Ben je ook begonnen met de banaan, begonnen met de podcast en zo? Nou, nee, toen ben ik dus naar allerlei andere uitgeverijen gegaan. En toen is dat boek ook gaan muteren en muteren. Toen heb ik die metafoor in mijn hoofd gehad van, oh, maar het moet ook voor anderen. En het moet ook... Ja. Het hoort erbij en zo. Ja. En dus die hardnekkigheid, weet je wel. Terwijl ik gewoon bezig was met een rouwproces van een concept wat ik had weggegooid, weet je wel. Ja. En dan uiteindelijk denk ik van, nee, maar ik moet het, weet je wel, een soort van die burden dragen. Ja. En jij zegt van, gooi het nou weg. En nu zijn we het er weer over. Maar niet uit, maar niet uit. Maar we zijn volgens mij, nu hebben we de allerlaatste snippen verbrand. Ja, ja. Okay, het bestaat niet meer. En verbranden mag ook wel een ding zijn. Ja, oké. Ik heb nu 2 opties. We gaan of een fragment kijken wat jij mij ook hebt laten zien. Of we gaan nog een fragment kijken waar ik net aan moest denken, omdat ik het omdat ik aan het drinken was. En ik dacht van, oh ja, jij drinkt niet. Klopt. Een jaar niet. Ik drink 2 jaar bijna. 2 jaar nu bijna. Ik dronk wel een beetje, maar ik heb heel lang natuurlijk niet gedronken vanwege de zwangerschap. Ja, want ik moest denken aan een fragment dat ik laatst zag van Johnny Depp bij de gast bij Ellen DeGeneres. Ik heb het gekeken, ik heb gewoon Johnny Depp, oh ja, ik heb het gekeken omdat ik die trials aan het kijken. En toen vroeg ik me af of Johnny Depp altijd al zo ontzettend sloom en raar praatte. Nou, vooral zo sloom. En bij wie zat hij? Ja. Misschien was het bij Oprah. Het was Oprah. Het was hem niet, Ellen DeGeneres. Oh ja. Ik herinner het me weer. We hebben dit wel gekeken inderdaad. Ja. Maar dit is precies als bij Elvis, hè? Ja. Wijntje? Daar moest ik aan denken. So, listen. They told me you like good wine. They told me you like good wine. Well, that's so the one. So I pulled up one of my bottles. Is this for you? Toast to you. Toast to you. Well, we're going to be drunk in a minute. We're not going to drink the whole thing. Here's to your superb performance in Finding Nemo. What do you mean we're not going to drink the whole thing? That is pretty good, isn't it? You think we should? Yeah, we can. Right. You can, you can. Eigenlijk was dat, was ik nieuwsgierig wat je daarover zou vinden. Misschien hoef je hoeft helemaal niks over te vinden. Maar dit is een beetje een globale vraag. Wat vind ik hiervan? Nou, over die wijn. Dat hij dan zegt, what do you mean we're not going to drink the whole thing? Zoiets zegt hij toch? Ja. Yeah. Dus toen, en dat vond ik dan, dat ik dacht van, oh ja, dat is dan in dit gesprek met Oprah eigenlijk een grappig grapje. Omdat ze van, het is heel lekkere wijn. Maar in het licht van later, dat je weet dat hij dan zo helemaal in een kamer, zo die verslavingen en zo, is het eigenlijk heel droevig.
Ja, maar ik kijk zo niet naar... Dus, niet moralistisch. Nee, zeg maar, je kijkt zo niet. Nee. Ik begrijp heel goed hoe hij wordt wie hij wordt. Ja. Dus als mensen... of als hij zo voor de wereld... hoe zeg je dat? Als je zo ziet hoe hij aftakelt. Hè? Dat hebben we in die trial heel erg gezien. Dat hij schreeuwt en vloekt en met kastjes dichtslaan. En we weten over zijn excessieve drankgebruik. Maar dat wisten we al eerder. Dat hij ook... Er ging een verhaal de ronde dat hij 20.000 of zo... of $30.000 per maand aan wijn uitgaf. Ja, of zo. Dat die roddel ging 10 jaar geleden al rond. Dan, oh ja, die heb je ook gehoord. Ja, ik weet niet of dat waar is. Ik heb nooit gefact-checkt. Maar heb je dat gehoord? Dat ging een beetje rond. Of dat las je ergens of zo. Ja. En dan, dan probeerde je altijd zo je voor te stellen hoe je... Hoe je dat opkrijgt, of hoe duur dan die flessen zijn, of hoe dat dan. Ik bedoel, daar zit een hele wereld achter. Iemand die €30.000 aan wijn opmaakt. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat hij met dat excessieve laat hij. Daaraan zie je gewoon, daar zit iets achter of onder. Er zit een soort bassin, een geschiedenis. Ja. Snap je? Er zit een wereld, een leven achter of onder. Ja. En een soort van duisternis. Ja. En die zie je hier al op jonge leeftijd. Ja, waar zie je dat hier? Ja, je ziet dat gewoon aan hoe hij komt aanlopen. Aan zijn blik, aan zijn manier van zijn onthechte manier van... En hij in zijn trial heeft hij daar ook heel veel over. Van uiteindelijk zie ik hem als iemand die gered is door de mogelijkheid om acteur te worden. Dus iemand die uit een, stel ik me zo voor, heel problematisch nest komt, getraumatiseerd is, maar wel een draai vindt. In zijn geval acteren. En daar alles in kan stoppen en daar ook heel erg goed in is. En hij kan dan, zoals je, ja, snap je, ik kan ook niet oneindig schrijven of oneindig dit soort programma's maken. Op een gegeven moment zijn we hiermee klaar en dan gaan we weer naar huis. Ja. En wat gebeurt er dan? Snap je? Iemand die dus alles in dat talent stopt en die duisternis heeft, die moet thuis ook overleven tot de volgende dag. Tot de volgende draai. Net als Elvis. Ja, inderdaad. Net als in dat later, in die latere Elvis. Op die hotelkamers. Maar je ziet dat hij dat al hier heeft. Dat zie je aan hoe hij komt aanlopen. Dus hij heeft gewoon besloten van... Ik stop alles in dat acteren. En de rest sluit ik af. En ik ben gewoon een schim. Ik ben gewoon een mysterie. Snap je? Ja. Je ziet een onthechting. Ja. We kunnen wel kijken naar hoe hij komt. Hoe hij aanlopen. Je ziet het gewoon aan zijn blik. Hij is een spook, zie je? Ja, hij kijkt er zo langzaam heen. Hij is gewoon helemaal... Die blik, hij is gewoon helemaal zo... Snap je, hij is gewoon helemaal niet bij... Ja, ik vind het ook heel moeilijk om naar zijn blik te kijken... omdat hij zo knap is. Of ik vind hem zo knap. Dus ja, dus je bent net als die meisjes. Ja, dit is echt het effect wat hij... Je ziet die meisjes, één iemand en net letterlijk zo, hè? In het publiek. Dus hij heeft gewoon dat... Het is precies dat Elvis effect, hè? Dat, dat het ook heel mooi door Bas Luhrmann is gevangen. Ja. Door dat subjectief en echt te benaderen. Ja, totaal. Dus het is inderdaad, dat vind ik heel moeilijk. Maar het is dus heel moeilijk. Iemand is natuurlijk zijn uiterlijk. Daar speelt hij. Weet natuurlijk dat hij knap is, maar hij heeft daar duidelijk. Geniet hij daarna, wat jij zegt, niet van. Hij is duister, hij is ongelukkig. Ik denk niet dat hij ongelukkig is. Nee. Ik denk dat hij alles stopt. Dat is wat ik. Ik zeg niet dat het waar is. Hè. Dit is wat ik denk. Ja. Ik denk dat hij alles stopt in dat acteren. Ja. Daarom zijn zijn films in de jaren 90 zo waanzinnig goed. Ja. Wederom op datzelfde level als. Adam Driver. Ik moet bij Adam Driver denken aan Johnny Depp toen hij jong was. Snap je? Ja. Omdat ik denk van hoe kan het toch dat Adam Driver in zo verschrikkelijk veel films speelt en elke keer spot on is. En dat dacht ik ook bij Johnny Depp in de jaren 90. Gewoon hij heeft dan iets van... Ja, je moet maar eens even kijken naar IMDb. Johnny Depp. En dan wat je dus ziet aan Johnny Depp op IMDb. Dan zie je dat hij in de jaren 90 allemaal van die arthouse keuzes, zeg maar. Allemaal van die... Je denkt gewoon van... Echter, moet je het gekeken? Ja, inderdaad. Heeft de ene naar de andere, dat je denkt van dus hij begint dan volgens mij bij... Hij begint met die serie, hè? 21 Jump Street. Ja. En daarna heb je dus inderdaad... Edward Scissorhands. Zie je, dit is 21 Jump Street. Ja, ga je omhoog. En dan gaat die Edward Scissorhands. What's Eating Gilbert Grape? Ed Wood. Donnie Brasco. Donnie Brasco.
Fear and Loathing in Las Vegas, The Ninth Gate, Sleepy Hollow. En dan zijn we nog niet eens bij, bij Pirates. Hè? Dat, ja, vanaf daar begint het eigenlijk. Chocolate of Chocolat. Ja, die Blow. En dan heb je Pirates. En dan heb je hem dus, ik denk, 8, 9 keer in een Hollywoodfilm gezien. Nou, dit is allemaal toen ik tiener was. Ja. En je denkt, hij is daar echt een soort van rising star in die... in die alternatieve, in dat alternatieve circuit. Dus net als Adam Driver nu. Dus hij is als acteur heel erg goed bezig. Niet alleen met zijn rollen en hoe ingeleefd hij zijn rollen speelt. Maar ook met zijn line-up, met zijn carrière. Dus je ziet gewoon hieraan dat hij gewoon alleen maar als een soort workaholic gefixeerd is op dat werk. Ja. Dus wat je ziet bij Oprah is wel hollow, leeg, hol. Maar niet omdat hij leeg is, maar omdat hij gewoon alles in dat werk stopt. Ja, het wel, we kunnen even doorkijken, want dan begint ze over dat hij een sekssymbool is. En dan zie je dat, zegt hij ook dat hij daar niks mee kan of dat hij dat moeilijk vindt. Yeah. In our research we found tons of teen magazines from the 80s with you as the cover girl. Awesome. Yeah. Take another sip, yeah. What do you think? What do you think when you look at those pictures? They scare me to death. Really? What do you think? No, it was a strange time because I had become this product. Yeah, a product, yeah. Yeah, and it made me very uncomfortable. Made you uncomfortable? Yeah, because I didn't, I mean, being sort of labeled a heartthrob. Well, they started to build this image and it had nothing to do with me. You know? Really? So, okay, weird. So when we, you know, like I pulled out the Sexiest Man Alive people cover thing, like I know that irritates the hell out of you. It does. But could you just explain to me why it does so much? Because I think a lot of people, a lot, all of them think, you know, we think you are pretty sexy. It's not so much that it irritates me. I mean, I on, you know, on some level, if you can sort of take that kind of thing seriously, it's flattering. Yeah. But in fact, it's so absurd a notion, you know, to equate my name with that sexiest man alive. Thing. is so bizarre. It's absurd to you. Oh yeah. Yeah, and oh, so yeah. Even when you look at the cover, I tried not to look at the cover. You try not to. No, but when you see it. You see it and you just think, absurd. You just think, isn't that absurd? Completely absurd. But isn't it better than the opposite? Isn't it better than, you know, being... the scuzziest man. Yeah, alive. The scuzziest man. Okay, but I think okay, I've been called that as well. Okay, let's just think in terms of what, you know, sultriness is and sexy is. Wouldn't you say that you are? Oh, no. Come on, man. What would you say? What would you use to describe yourself? Sexy would not even be in the top 10. No, just a guy with a weird job, really. Yeah. I mean, I just have a strange job. That's how I explain it to my kiddies. En dat was wat ik me herinner. Dat zij zegt, je bent een sekssymbool. En hij zegt, ik kan daar niks mee. Ja. Ja. En dat kan ik me dus heel goed voorstellen. Dat je dat is hetzelfde als... Dus waar jij iets voor doet. En je ziet dat dus. En dat zie je dus heel mooi, vind ik, in die trial. Ik heb niet natuurlijk dat op de voet gevolgd. Maar we hebben best wel wat momenten gekeken. Ja. En wat ik daar zie je, vind ik, daar wordt bevestigd. Wat je vermoedt bij Johnny Depp. Dat hij heel erg gefixeerd is. Dus wat ik net zei, op dat werk. En dat heel erg belangrijk vindt. En je gelooft hem dus ook dat hij dus... dat heel onwerkelijk vindt wat er allemaal bij hoort. En dat hij dat er iets van hem gemaakt wordt. En dit is iets wat heel veel sterren natuurlijk... van Marilyn Monroe tot Jim Carrey zeggen. Of Michael Jackson. Of waar grote sterren, zeker iconen... die ook op uiterlijk iconen worden voor een deel... mee worstelen. Dat er iets van hun gemaakt wordt wat ze niet zijn. Ja. En dus hij zegt hier van ja, ik heb daar niks mee. Dat ik, maar hij gebruikt het natuurlijk wel. Maar je ziet dat hij... leeg is of hollow. Dat hij weet hoe zich moet gedragen sociaal. Dat doet hij ook wel. Maar hij geeft je niet meer dan dat. Hij blijft een soort van gereserveerd. Ja. Snap je? Ja. Of ja, ik bedoel, snap je? Ik zeg snap je, maar ik ben het niet zo aan het... Nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, inderdaad, dat is waar. Het is...
Of hoe kijk jij hierna? Wat zie jij? Of ben je alleen maar met die sexy man bezig? Nou, dat is wel heel groot. Het is heel moeilijk, vind ik, om naar hem te kijken en dat niet te denken. Hier. Hij is helemaal niet zo... Hij is 40 of zo hier, hè? Hij is niet 20, dus hij lijkt heel jong. Maar... Oh, ja. Nee, ik ben het eigenlijk grotendeels met je eens. Als er een vrouw zou zijn, zou ik het niet, misschien niet geloven. Zo van, dat boeit me niet. Maar bij hem geloof ik wel dat hij ook... Je ziet aan die line-up die hij net voorlas... is niet zo van de sexy man of zo. Hij is niet, Hij is niet zoals een of andere acteur die zich maar laat casten. Hij heeft daar duidelijk kennelijk een idee over wie hij is... of wie hij wil zijn. Ja, want in een line-up van films zie je dus dat hij nergens dat... archetype of die karikatuur speelt. Nee. Hij speelt Edward Scissorhands of zo, wat een hele weirde gast is. Of die gast van Fear and Loathing in Las Vegas. Ja, precies. En eigenlijk zelfs in Pirates speelt hij geen hunk. Of ze speelt hij gewoon een soort dronken. Ja. Dat had net zo goed... In een ander universe had dat een soort komische... Donkey in Shrek comic relief kunnen zijn van de hunk Orlando Bloom of zo, toch? Die dat en ook hij, was. Ja. Hij zei dat hij het destijds dat hij dat had geïnspireerd op Keith Richards als zo'n dronkaard. Oh, ja. Zei dat is ook wat je ziet, dat hij een soort van dronken piraat speelt. En dat is ook zo, dat werkt ook zo goed omdat hij daar een novum is. Hij is in een soort Disney Hollywood universum. Pirates is een best wel rare film, want het is gebaseerd op een attractie in Euro Disney of in Disneyland, weet je wel? Ja. Dat is gewoon Pirates of the Caribbean. Ja. Dat is een of ik weet nooit. Caribbean, sorry. Whatever, zoiets. Nee, ik weet het niet. Pirates. Pirates is een attractie in. Is een attractie in Euro Disney of Disney World. Ja. En daarvan heeft Disney op een gegeven moment gedacht van, er zit al een film in. Oh, echt? Ja. En dus dit is heel erg net als Marvel films of Disney films, hè? Ja. Dat zijn enorme concepten, een soort machines, waarbij heel veel onechte elementen zitten. Het wordt een soort van, je zit in een attractie, je zit eigenlijk in een ride, een rollercoaster. Die film is echt een rollercoaster, alsof je in een attractie van zo'n attractiepark zit. En wat er zo vet aan is dat hij daar een soort echt element in speelt, doordat hij dat zo gek aanvliegt. Zo'n dronken Keith Richards, Rolling Stones, piraat. Een piraat, daar hebben we toch een heel ander beeld bij. Dat, zijn toch die, dat is toch niet Keith Richards? Of zo. Hij speelt, grappig genoeg haalt hij dus wat hij, diezelfde truc uit... in die, wat hij ook in die arthouse films doet. Dat, gewoon, dat hij dat goed speelt, dat hij dat helemaal doorleeft, doet. En hier maakt hij er dan een karikatuur van. Maar op zo'n manier dat je denkt van... hier loopt een totaal rare wereld binnen. Je zou eigenlijk die introductiescène van Pirates eens moeten opzetten. Dan zie je gewoon... ja, dan laten we dat. Johnny. Die weet ik niet eens. Dead Pirates. 1. Intro. Want ik weet nu dat er nummer 6 is. Ja. Ik weet ook, ik had een keer. Nou, whatever, dat maakt niet uit. Jack's entry scene from Pirates of the Caribbean. Ik doe jou dat fragment niet aan, toch? Ik heb het gevoel dat ik jou dat door je strot heb geduwd. Nee, dat is leuk, juist. Ja? Okay. Het is ook grappig dat jij zeg maar, sexy Johnny Depp opvoert. In jouw, eigenlijk wat jouw zomergastenavond was geweest. Zomergeesten. Sorry. Ja, dat jouw zo'n geestenaflevering was geweest. Nu even pauze hebben. Nu dacht ik, dan kan ik je mooi even vragen. Heb je spijt dat jij niet de gast bent? Helemaal niet. Denk je dat je nu een beetje warm draait? Denk je dat je ooit gast wil zijn? Wie weet. Ik weet niet. Ik vind, stel dat ik dit nog een seizoen zet in. Ja, ik weet niet. Ik vind het merk dat ik het dus ook wel fijn vind. Om het niet te zijn. Om het niet te zijn. Omdat ik... Ja, juist. Nou, maar misschien wel als jij mijn fragmenten... Op deze manier misschien wel. Als jij mijn fragmenten mag voorspiegelen. Ja, het is best wel goed concept eigenlijk, hè? Nou, dat weet ik. Misschien ook wel... Maar omdat wij elkaar ook heel goed kennen. Ja, dus wij hebben natuurlijk alle gesprekken al gehad. Dat is wel echt een ding. Ja, maar ook weer niet. Want we hebben nu niet een gesprek wat wij ooit hebben gehad. Want dat zou weer niet werken. Nee, want wij hebben nog nooit misschien naar Barcelona samen zitten kijken. Nee. Of Pirates. Dus nee, dat is heel veel. Het stomme is dat we inderdaad... Altijd als ik iets... tegen iemand anders zeg, wat ik al een keer tegen jou heb gezegd, dan geef je me een soort van signalen van... Weet je, ik hou niet van datzelfde. Ik hou niet bij mezelf ervan als ik mezelf dingen hoor zeggen die ik al eerder heb gezegd. Ik hou er ook niet bij anderen van. Denk, ja, nu ga je weer, dan krijg je zo dat stokpaardjesgevoel. Ja, dus daarom vind ik dit goed werken nu. Ja, precies. Maar omdat het geen stokpaardjes zijn. Ja, want dus geen stokpaardjes zijn. Het nieuwe concept is, gooi willekeurige shit op elkaar af en laat elkaar reageren. Dat is het nieuwe concept. Ja.
Dit is een oude truc. Nu komt er een stokpaardje. Ja? Van Indiana Jones. Hè? Of ik bedoel, Indiana Jones heeft hem heel goed gebruikt. Ja. Maar hij is al veel ouder volgens mij. Maar dus je introduceert een held door niet zijn gezicht meteen te laten zien. Oh, ja. Maar eerst zijn rug. Oké, okay, goed. Dat is geen stokpaardje. En dan op een gegeven moment zie je zijn gezicht. En dan Indiana Jones is dan die halve schaduw zo. En dan komt hij daar uit de voorschijn. Dat is die knappe Harrison Ford in jonge jaren. Ja. Dan denk je, dit is mijn held voor de rest van de film. Dat werkt supergoed, die truc. Ja. Maar hier krijg je dus die dronken Keith Richards piraat. Snap je? Dat is gewoon meteen al zo goed eraan. Ja. En zie je, hij wankelt een beetje door de ogen van anderen, hè? Ja. Dus dan maak je hem groter. Bijna iets van, ja. En dan staat hij op de mast, zeg maar die boot zinkt. En dan precies op tijd, met een soort nonchalance, stapt hij over op de... En dan zet je meteen hem op de kaart. Dus, dan wankelt hij een beetje, zie je? Hij is een beetje zo... Oh, hij draait om. Zo van, oh, ik ben een beetje dronken, maar ik heb ook stijl. En... Dus? Hold up there, you! It's a shilling to tie up your boat at the dock. And I shall need to know your name. What do you say to 3 shillings? And we forget the name. Welcome to Port Royal, Mr. Smith. Mr. Smith, that's the standard name. This is him. Ja. Zeg, dus, laten we even nabespreken. Hè? Ja. Van wat zie je eigenlijk? Hè? Dus je ziet hem inderdaad. Eerst krijg je dat klassieke shot wat ik zeg. Van de held van de achterkant. Ja. En dan zie je de voorkant. En dan zie je gewoon die verlette piraat. Ja. Dan krijg je dat we de zijlijn zien. Dus we zien hem door de ogen van anderen. Ja. Is dit? Wat is dit? Wauw, dan denk je weer, er komt een groot iemand aan. Ja. En hij staat op de mast van zijn schip. Ja. Maar zijn boot zinkt. En dan... Maar hij geeft er helemaal niks om. Want hij staat gewoon 4 overeind. En dan net op tijd stapt hij zo af. En dan is die boot weg. Weet je wel? Ja. Dus wat zegt dat over... Dan kun je weer de vraag stellen van... Wat weten we nu over de hoofdpersoon? Hè? Ja. Die vraag stel ik nu aan jou. Wat weten we nu over deze piraat? Ja, dat het een van de gekke lapsmans is. Die dus na het keer zijn boot laat zinken. Die daar vervolgens ook geen fuck om geeft. Die anoniem wil blijven, die mensen bribe. Ja, iemand die dus geen fuck geeft om dingen die hem overkomen en overal een soort stoïcijns instaat. Dit zou je zeggen. Ja, maar die onverschilligheid, dat is. Ja. Dat is meteen inderdaad. Dus dat hij is van, cool. Zeg maar. Ja, hij is cool inderdaad. Ja, hè? Ja precies. En dan vervolgens dan hebben we steeds. Onverschilligheid is ook cool. Ja. Dat is vaak een soort. Ja, inderdaad. Ja, hij geeft. Zijn belangrijkste, dus wat is een boot voor iemand die kapitein is? Dat is ongeveer het belangrijkste. Ja. Maar hij denkt gewoon van, ja, boot, whatever. Ik regel boat. Een nieuwe, of even geen boot. Ja. Ik ben belangrijk, ik ben beter dan dit. Of zo. Ik ga niet op een boot bekomen. Zo, dat, zit een beetje, dat is een beetje de subtext. Toch? Van, en hij zegt het niet eens, hij inderdaad. En dat zit een beetje in die pas. Ja, dat stapje zo van... 1, 2, 3, land. Ja, er zit ook een soort van... Grappig, ik ken dit plaatje namelijk ook uit... Ik had die film, ik was het helemaal vergeten. Ik heb die film heel vaak gezien, maar ik was het vergeten. En ik kende het plaatje van een meme. Namelijk hoe de rechtszaak, hij was helemaal down en toen was net op tijd gered. Ja. Het is ook heel mooi en dat die meme is ook perfect toegepast op hoe hij, zeg maar, uit die rechtszaak is gestapt. Dus en dat is was perfect. Ook, ja, dus dit is inderdaad is zo mooi. Dus hij is cool, maar het is ook, hij is niet dat hij daar een peukje rood en ik, whatever, mijn schip is. Hij heeft ook nog iets dat hij dat allemaal ontkent, dat gebeurt. Hij ontkent dat hij op een mast van een schip is. Hij ontkent dat zijn schip zinkt. Ja. En hij doet alsof dat heel normaal is. En dat maakt hem dus ook nog eens een keer komisch of zo. Precies. En dan heeft hij eigenlijk alleen maar dat stapje geacteerd. Ja. Want de rest is allemaal door Disney bedacht. Maar dan... Wanneer je hem echt gaat zien als acteur, dat is het moment dat hij dat eerste zwiertje maakt, dat draaitje. Dat is ook een heel grappig moment. Dat hij loopt op die pier en hij wankelt een beetje zo. Daar zit al meteen heel veel in. Ja. En dan maak je zo'n soort dronken draai. Maar hij herstelt zijn pas op zo'n manier dat het inderdaad ook stijlvol en stijl is. Maar het is ook een beetje iemand die de controle kwijt is en zo. Ja. En dan krijg je inderdaad ook nog dat je kennis maakt met het personage. Wat gewoon een geschreven personage is, maar wat... Inderdaad, iemand omkoopt, maar dat geld dan weer terugjalt en allerlei. Ja. En, weet je, allemaal aan het ik vind het dus ook heel leuk hoe die man reageert. Dus everybody has a price, hè? Van, je moet wel 1 shilling meer dingen dan 3 shillingen. Geen naam. En dan zegt hij: welkom to the poor, Mr. Smith. Vind ik ook heel grappig. En het is ook eigenlijk, als je het even doordenkt, is het ook heel ironisch dat hij dat zegt als personage. Want je kunt ook zeggen over Johnny Depp, die tot dan toe een perfecte arthouse carrière heeft.
iedereen heeft een prijs en dan gaat hij in die franchise spelen. Zeg maar. Ja. Is ook een, ik heb ook wel eens gelezen, of ik heb in een podcast gehoord dat mensen ook over die trials aan praten waren. En ook zo van, whatever happened to Johnny Depp, man? Zo van, vroeger was hij zo van, ik wil nooit geleefd worden. En nu opeens zit hij in Pirates of the Caribbean 6. Dus hij heeft 1, ja. 2, 3, 4, 5. Dan ben je echt een soort, ik heb, nou, niemand heeft er gekeken naar 1 of 2. Misschien dat wij hebben 1 gezien. Iedereen keek 1. Ik heb 1, 2 en 3 gezien. Oh ja? In de bioscoop. Oké. Nou ja, maar jij bent, zelfs jij bent het afgehaakt. Ik vond 2 en 3 niet goed, maar nee. Ik ben wel gaan kijken. Ja, ik heb 2 wel gezien, geloof ik. Maar ik ben 3 of 4. Maar 1 vond ik wel echt goed. En 5, ja, ik vond 1 ook goed. En dan 6, weet je, oh my god. Van, oh, wat een nachtmerrie. Ja. Maar wat jij ook zegt, van have you ever seen my... Have you ever seen... Ja, dat is dat, hoe heet het? Michael Caine. I was paid $1 million for 2 weeks work. And with that money, I bought her the house. And someone said to me, I saw that Jaws 4. He said, it stinks. I said, I haven't seen it. I said, but I've seen the house it bought my mother and it's marvelous. Maar dat is in Johnny Depp's geval zijn wijnkelder van 20 miljoen. Of van 20.000 euro. En ja, dus wat kun je met dat geld? Weet je wel? Hij kan alleen maar heel erg dronken worden van dat geld. Ja, dus eigenlijk vind ik het heel deprimerend dat hij een Pirates of the Caribbean 6 heeft gemaakt. Ja. Dat alleen al. Oké, wacht, stop, klaar. Huh? Nieuw fragment. Nieuw fragment en jouw fragment. Fragment wat jij mij hebt laten zien. En het is Bumbleding Bumblebatch. Zo noem ik het even en dan weet ik dat jij het gevinden krijgt. Ja, ik weet niet welke je bedoelt. An Engelbert Humperdinck, yes, he was a man. That's not his real name. He's from Britain, that's not his name. There's very few Humperdincks in Britain. He was born Jerry Dorsey, and not Engelbert Humperdinck. His parents were not Mr. and Mrs. Humperdinck. They never said, what should we call our son so he does not get the shit kicked out of him at school? We shall call him Engelbert. Good, that'll work. No, his name was Jerry Dorsey, and he released... He released songs as Jerry Dorsey, songs such as "Oh, of Bachow," which didn't work because no one could hear what he was saying. And then his managers obviously said, "We're going to change your name, Jerry. It's the name that's the problem." And his name changed from Jerry Dorsey to Engelbert Humperdinck. I mean, I just wanted to be in the room when they were working that one through. Zingelbert Bembledack, Yingibert Danglban, Zanglebert Bingledack. Winglebert Humptyback. Slut Bunwala. What? All right, Kringlebert Fisty Buns. Stevie Buns Buttrundens. No, Jerry Dorsey. I like Jerry Dorsey. No, we can't. What have we got? Zinglebert Bembledack, Tringlebert Wangledack, Slut Bunwala, Klingy Bun Fistle Bars, Dindlebert Zendeldack, Jerry Dorsey. Engelbert Humptyback, Zengelbert Bengeldack, Engelbert Humperdinck, Vingelbert Wingledank. No, go back one, Engelbert Humperdinck. That's it. And it worked. But he's dead now. Did you hear that? Yeah, today on CNN, I heard it just as coming out. Very weird, because Frank Sinatra was just recently as well, wasn't it? Yeah. Mm. No, this is what I heard on the telly when I was coming out. No, it's not true. No, it is true. Yeah, he was in LA. Something happened. He was in LA, and that's all I caught on the tapes just before I came out. So, yeah. No, it is true. No, he was in a car and in LA driving along. Something hit him or something. Something like that. No, he's all right. He's all right. He's fine. He's cooking, he's jumping, he's doing his thing in LA. He's absolutely fine. How do I know? I don't know. I think he's got a cold, that's what they say. No, a tan, that's it. Ik kan me herinneren dat jij mij dit 2 keer hebt laten zien. Mm-hmm. Dus dacht ik, oké, dus kennelijk. Ik dacht van, dit is vast een fragment wat jij leuk of belangrijk vindt. Heb ik dat goed gezien? Of was het een fragment wat jij zou laten zien?
Ik weet niet of dit een fragment is wat ik zou hebben laten zien. Ja. Maar ik heb wel inderdaad dit fragment regelmatig aangehaald in situaties. Omdat ik het een heel goed voorbeeld vind van hoe je dus met theaterconventies kan spelen. En hij doet dat zo soepel. Dus hij zegt uiteindelijk van, hij heeft het heel lang over Engelbert Humperdinck. Wat op zich al een heel grappige scène is. Ja. En dan op een gegeven moment zegt hij tussen neus en lippen door van... maar trouwens, hij is overleden, hè? Ja. En wat hij dan doet, is dat hij gebruik maakt van de voorkennis. Dat hij weet dat het publiek niet kan weten of het waar is of niet. Want iedereen heeft zijn telefoon uitstaan in een theaterzaal. Ja. En hij kan het inderdaad net in de kleedkamers nog hebben gelezen. Terwijl zij al alles op vliegtuigstand hebben gezet. Dat weet. Ja. En hij vertelt het ook zoals je een nieuwtje vertelt van... Bij wijze van spreken, als wij nu zo kunnen hebben van een bekende Nederlander die dan dood is of zo. En die van, oh, wist je dat die dood is? Weet je wel, dat is ook de afstand die je tot mensen hebt. Weet je wel? Ja. Zo heb je trouwens gehoord dat Michael Jackson dood is. Weet je wel? Van, oh, ik had het niet gehoord. Oh, wow, is hij dood? Weet je wel? Ja. Het is niet zo van... Het is misschien wel nog pre-smartphone. Ja, inderdaad. Of een beetje net in dat eerste begin, zeg maar. Ja. En wat hij vervolgens doet, is wat hij daarmee doet. Dit is zijn ingeving, dat hij dat kan gebruiken. Ja. Maar hij kan vervolgens als acteur en als performer en als comedian dat helemaal uitmelken door elke keer te switchen. Om elke keer, weet je wel, dan zegt hij van nee hoor, dat is natuurlijk een grapje. En dan weer, of niet, of wel. En hij schakelt dit in en weer. En uiteindelijk heeft hij maar heel kleine mimiek variaties nodig om je in dat onbewuste te houden. Dus uiteindelijk doet hij alleen maar dit zo. En je wordt heen en weer geschommeld. En dat is zo goed uitgemolken. Dus als je het over comedy hebt. Het is zeker een ergernis in die MeToo-golf. Met Louis C.K. of zo. Die dan gecanceld wordt. Waar mensen volgens mij aan voorbij gaan dan. Is hoe ontzettend goed het is wat hij doet. En dat vind ik hier ook. Zeg maar, comedy is een heel specifiek gek talent. Ja. En de mensen die er echt goed in zijn, die zijn meteen ongeëvenaard. Ja, en ook helemaal en die kunnen dat, die gestoordheid. En natuurlijk maken die ook rare dingen mee in hun echte leven, snap je? Ja, ja, natuurlijk krijg je dan, als je met een echte gekke comedian wil gaan hangen in een hotelkamer. Dan, ja, dan is de kans dat je iets geks meemaakt ook aanwezig. En ergens moet dat een verdediging zijn van de komiek en niet een aanval. En nu wordt het moralistisch wat ik zelf zeg. Maar... en dan ga je weer over de quote-unquote cancel culture. Ja, oké. Laten we dat vergeten. Ik ben benieuwd hoe jij Eddie Izzard kent. Ik weet het niet meer. Dit is volgens mij iets wat ik denk dat Nasha Yillis dit aan mij hebben laten zien. Omdat zij dit ook wel goed vinden. Oh ja, ook echt als fragment. Jij hebt het niet gezien. Dus jij dit zo ik heb het niet live gezien, zeg maar. Nee. Maar het is wel zeg maar net als Bill Hicks of zo. Of Eddie Izzard. Dat zijn... Of Louis C.K. of in Nederland Hans Teeuwe. Ja. Die hebben een zeldzaam talent. Van timing en gekte en alles tegelijk. En dat zie je in dit geval, vind ik, het beste in dat moment dat hij uiteindelijk... Helemaal op het eind, hè? Ik was echt te vroeg. En een blik genoeg heeft. Ja. Hoe had ik het voordeel? Want ik heb het natuurlijk vaker gekeken. En toen hebben we ook gelijk twee keer achter elkaar gekeken. Omdat je inderdaad echt heel erg wil weten hoe hij dat nou doet. Nu zie ik wel dat zijn nee, vind ik eigenlijk overtuigender dan zijn ja. Maar dat is echt, inderdaad. Het gaat erom hoe hij dat, net als vroeger Toon Hermans, hoe hij dat kan uitmelken. Snap je? Op het podium geldt gewoon heel simpel, elk moment moet tot leven komen, elke seconde. Ja. Als dat 1 seconde of 10 seconden niet gebeurt, dan kakt je zaal in en dat voel je in de zaal. Die feedback krijg je door de adem, de ingehouden adem, de lach, het applaus. Ja. Het vibreert de hele tijd. Dat is een soort spanning. Ja, dat is een soort van. Dus je stopt, je plaatst je grap. Ja. En je voelt gewoon zo die golfslag terugkomen. Poof, en dan bounce je daarop. Ja. Dat komt weer terug. En daar speel je mee. Comedians doen dat met de lach. Ja. Of, maar je kunt er natuurlijk op allerlei manieren mee spelen. Een Shakespeareaanse acteur kan dat ook doen door... Ja, je kunt ook een ontroering of een van alles of een emotie teweeg brengen. Maar bij een comedian is dat heel letterlijk. Die lach. Ja. En dus waar je hier naar kijkt is die techniek die Toon Hermans ook feilloos beheerst. Maar die hij helemaal... uitsmeert. Dus iedereen snapt de conventie van die grap. Het is een beetje inderdaad een soort postmoderne meta-humor. Namelijk,
hij is dood of hij is niet dood. De kat van Schrödinger leeft of dood of zo. Ja. Alleen het werkt in de zaal omdat hij dat bouncen doet met die uiteindelijk alleen maar die blik. Hij doet kijkt zo en je hoort gewoon zo. Boem, en die golf terugkomt. En dan, als die golf terugkomt, pakt hij die andere weer zo. En hij kijkt gewoon hoe lang hij dat kan uitmelken, weet je wel. En hij denkt gewoon van, hij komt door en door en door. En na drie keer is de grap wel gezien. Maar de vraag is hoe lang je dat kan doen. Ja. En hij rekt dat gewoon op, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat is het vette eraan. Dat hij gewoon dat, die zaal bespeelt. Hij is gewoon echt aan het spelen met die zaal. Snap je? Family Guy doet het ook heel veel, toch? Dan gaat zo'n grap heel lang uitmelken. Dat is er zo vet aan, wat hij hier doet. Ja. Ja, dat is nou precies wat er vet aan is. Heb je zin om één fragmentje van Family Guy te zien, waar ik nu aan moest denken? En ik heb namelijk ook, want jij had het over Hans Steeuwen en de sok. Ja, dan zou ik naar Hans Steeuwen gaan. Ja, laten en we heel Hans even gaan. Dramaturgisch gezien, hoe lang zijn we bezig? Hoe lang zijn we al bezig? Want over die energie, die voel ik ook hier. Sorry? 3 uur ongeveer. Ik ben ook best wel, ik had namelijk net denken van, ik zou ook wel echt een koffietje kunnen gebruiken. En ik had ook zo van, hij kan ook weer inkakken en terugkomen. Ja, maar misschien kunnen we gewoon nu het laatste fragment doen. Ja, laten we gewoon zeggen. Die sok dan, die dat sok is wel goed. Ja, laten we de sok van Hans Steeuwen kijken, omdat het eigenlijk ook jouw ultieme held is. Hè? Dat klinkt misschien heel stom. Vind je dat stom als ik dat zeg? Een ultieme held? Ja, nou ja, gewoon. Ultieme held. Toen je jong ik wil wel zeggen hoe ik daarnaar kijk. En ik wil wel, zou jij misschien de koffer verkeerd kunnen bestellen? Het is de Engelse versie. De Nederlandse moet ik dan even zoeken. Kijken we even hoe die in Nederlands is. Gaan we nog even wachten? Ja, wachten even op de bouncer. Hoor. Ja, de bouncer. Want ik voel wel wat je zeggen zou, maar ik voel het zelfs hier. Ik wou het nu niet zeggen. Ja, want niet ik dacht zeg van. Maar. Nou ja, omdat ik. We hebben dan één iemand in de zaal, die is nu ook letterlijk even weg. En die. Van mezelf, van die persoon kan ik dat voelen. Die energie, dat je iets inkart of iets goed gaat. Ja. Dus dat is inderdaad een heel letterlijk. Het is heel raar, want het is echt. Het is 100% waar, maar het is ook. 100% het is ook fictief of het is nep of zo. Want het is zeg maar een energie. Dan geloof je dus opeens een energie. Zeg maar. Ja, maar dat is ook. Daar moet je ook in geloven. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja, hoe zeg je dat? Dat is de undercurrent van al die dingen die je doet. Snap je? Ja, en dan bijvoorbeeld vorige week, mijn gast van vorige week, Tarik, die bespeelt ook constant op energetisch level. Ja. Snap je? Ik zie Tarik als een soort van. Binnenste buitenkering van Hans Steeuwen of zo. Ja. Maar hij is ook constant bezig met je manipuleren en bespelen. En met die energie. En hij doet die energie dan met jou misschien. Ja, maar hij haalt weer die conventie onderuit of zo. Dus op het moment dat. Snap je? Dus Hans Steeuwen bevestigt die energie door met zijn humoristische talent. Ja. Maar, en Tarik haalt het onderuit. Maar het verhoudt zich tot die energie. Tot het aanvoelen van die energetische stroming. Ja, maar het is niet het grappig. Bezig met de thema's of de motieven of de geesteswereld. Snap je? Nee. Uiteindelijk gaat het gewoon. En daarom, en nu zijn we weer terug bij de vibe shift. Ja. De vibe shift is ook een soort van, weet je wel, dan is weer. Pop het allerbelangrijkste en dan rock weer het allerbelangrijkste. En dan weer pop en dan weer rock. Ironie serieus, Precies, en die golfbeweging heeft het altijd. En dus nu hebben we een aantal jaren sinds Trump culture wars en hart tegen hart. En nu krijg je langzaam die vibe shift. En nu is er weer behoefte aan stijl en vorm. Die echtheid wordt weer bij die, bij die, weet je wel, dat... Nee, ik snap wat je bedoelt. En ik vind het, wat ik gewoon. Ik ben het 100% met je eens. En ik vind het. En ik geloof natuurlijk ook in energieën en dat soort dingen. Maar als jij, hoe jij dat net zo uitlegde met dat publiek en dat dingen. Dat vind ik grappig dat het dus al merkbaar is met één iemand die filmt. En dus ook als hij. Maar bijvoorbeeld stel. Als ja, er ja, met ja, z'n je kapt jezelf nemen, af en toe te zeggen van. Terwijl je dan in die golfstromen gelooft. Maar je gelooft. Dat is niet een kwestie van geloof. Je voelt het gewoon. Je toch? Voelt het gewoon. Maar het is grappig om daarover te voelen. Want ik vraag me af of je dit gesprek met ook met mensen zou kunnen hebben die. Niet die daar niet in geloven, maar of je dat krijgt uitgelegd zonder over te komen als een heel zweverig iemand. Terwijl als kunstenaar, of als podiumkunstenaar misschien veel meer. Dan, ik heb hier namelijk heel weinig ervaring mee, omdat ik niet afhankelijk ben van een direct moment in het publiek, omdat ik niet live optreed.
geloof je er wel in? Of is het gewoon feitelijk onderdeel van je act? Zeg maar, alle podiumkunstenaars kennen deze de regel dus over die energie die je van je publiek krijgt. Ik weet niet of iedereen hem kent of zo, maar het is gewoon wat je ofwel bewust ofwel onbewust gewoon aanvoelt. Waar je gewoon snoeihard voor op je bek gaat als je daar niet geen oog voor hebt, zeg maar. Ja. Het is een beetje alsof je, als je niet aan de verkeersregels houdt, als je de verkeersregels niet kent, dan knal je gewoon op een gegeven moment gewoon tegen een andere auto op. Ja, maar het is anders. Dat zijn echte regels. Dat is heel concreet. Maar dit gaat dus over een energie die je krijgt van de zaal. Ja, dat klopt. Ja, oké, dat is een verschil. En wat ik grappig vind, is dat wij, stel wij zouden helemaal alleen zijn, dan kun je het ook voelen. Want dan word je dus bewust ook van, dan haal je die energie uit jezelf. Maar zodra er iemand is die er is, ga je die energie toch uit diegene halen. En nou hebben we toch, nou kan ik het toch weer, misschien via dat corny, maar nu kan ik toch heel mooi linken aan mijn kritiek op De Wereld Draait Door en Zomergasten, waarvan ik ook zeg dat dat gebouwd is op liefde. Ja. Dankjewel. Dus het is een soort hypercorrectie of een soort teleurstelling van die liefde. En mijn kritiek is dat De Wereld Draait Door en de Zomergasten hebben allebei potentie. Namelijk echte of levendige gesprekken volgens deze energetische wetten. Dus er zit een soort van scoringsdrang of angst of management overheen, of er is in ieder geval iets wat niets te maken heeft met die energetische wetten, waardoor het wordt dichtgetimmerd. En dat is onzekerheid. Dus De Wereld Draait Door kan er niet tegen dat het dan even inkakt. Dat zijn diezelfde energetische wetten, dus die wetten hebben ze goed gezien. Alleen waarom zou je niet het talent van een presentator vertrouwen om dat te redden? Of waarom zou je dat niet laten? Snap je, het komt niet heel nauw. Het maakt niet uit of je 1 miljoen of 1,2 miljoen kijkers hebt, snap je? Die kijkers, dat zijn voor 80% misschien gewoon bejaarden in een flat. Dat weet je niet. Who cares about them anyway? Yeah. Ja, maar je weet niet wie je publiek is. Nee. Het is gewoon een getal van een of andere gast in een digitale ruimte. Ja. Dus je moet gewoon dat vertrouwen en loslaten en luisteren naar die energetische wet. En datzelfde geldt voor zo'n lang 3 uur durend gesprek. Als je niet vibe met je gast, dan moet je dat, dan denk je gewoon van shit, de volgende keer moeten we een gast uitzoeken waarmee ik vibe. Ja. Want ik wil er 3 uur mee praten. Ja. Of zo. En dan moet je daarover nadenken. Ja, zodat die, en daarbovenop bouw je dan die betekenislaagjes. Want ik bedoel, Hans Theo heeft natuurlijk ook gewoon betekenis. Of ik bedoel, het is niet dat er geen betekenis in Hans Theo zit, omdat die op energie vibe of een Mars laat opeten door zijn sok. Ja. Zijn betekenis zit op een dieper level in iets anders. Maar hij begrijpt die podiumwetten heel goed. En daar bounce hij op. En daarom werkt het zo goed. Ja, klopt. Dat is heel mooi rondgemaakt. Nee, maar dat is oprecht heel mooi rondgemaakt. Nee, maar ik zat gisteren ook te kijken bij Zomergast. Toen dacht ik van, wat ik al zo moeilijk vind. En ook niet om te haten of die Janine Abbring. Want ik wil helemaal niet bad blood creëren of ruzie maken. Jij wil zelf gewoon nog een keer uitgenodigd worden. Ik wil zelf toch nog een keer uitgenodigd worden. En ik vind ook gewoon, maar dan zie ik haar zo kijken. En dan zegt ze zo. En dan dacht ik van, zij mag natuurlijk niet zeggen wat ik bij jou kon doen van, I'm bored, kunnen we door of zo. Ja, dat dus ze helemaal stijf gespoten moet. Ja, ze moet dus interessant vinden, dus dan heeft ze zo'n interessehoofd. Want dat is gewoon de pretentie, prestatieschaal, die zegt van, de pretentie is dat wij iemand hebben uitgenodigd die 3 uur interessant is. Oh, dan moet ik me gedragen alsof ik, snap je, dat is, Tarik laat zien, nogmaals, van ja, als hij het niet leuk vindt, dan zegt hij gewoon ja, boeien, saai, ik loop weg. En dat is een perfecte feedback, eigenlijk. Ja. Snap je? En jij ook. Doordat bij dat Fitzgeraldo moment, dat je gewoon zegt van ja, weet je wel, of net als in die hot tub, dat je gewoon zegt van ben je nog steeds hiermee bezig? Dat is goede feedback. Daar kun je op navigeren. En shit, nu ben ik de naam kwijt. Die nu Zomergasten doet, die vrouw? Janine Abbring. Ja. Die moet dat toelaten in zichzelf. Ja. Dat ze al die emoties ook heeft in 3 uur. Ze kan toch niet zeggen van, ik heb mijn hele leven lang allerlei emoties. En dan 3 uur lang zet ik mezelf stijf van de... Van positief en ja. Ja, 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 leuk fragment. Nee, zeg gewoon dat je dat een kut fragment vindt. Of ga gewoon, snap je, dat denk je van... Ze moest ook huilen trouwens, zag ik gisteren in een fragment bij Esther Perel. Ja, daar laat ze het dus wel gebeuren. Ja. Want dan vraagt zij, dan is het een soort spel van, wat zou je moeder nu over jou zeggen als ze naast je zat? Ja. En dan begint ze te huilen en dan zegt ze van, ja, mijn moeder is eigenlijk 10 jaar al dement, dus ik weet helemaal niet meer. Die zijn, ja, dus dan begint ze, ik kan de meeste even niet goed, maar dat is wel mooi dat ze dat laat bestaan. Ja. En dan zegt die Esther Perel van, oké, wat zou ze dan zeggen voordat ze dan dement werd of zo?
Dus dat is juist wat jij zegt. Dus daarom vind ik het ook. Ik zei op een soort zijige manier van ik vind het mooi dat je terugkomt, maar het is waar. Die energie, daar moet je op geloven en vertrouwen. En je moet het dan, maar dan moet het dus ook af en toe inkakken. En dan moet je dan alert op zijn. En dan moet je dat terug durven geven. En daar durft de tv dan niet aan, want dan zeppen mensen weg. Ja, daar is eerlijkheid of openheid van nodig. Of althans, ik probeer dat nu aan te vliegen door me niet voor te bereiden of niks voor te nemen. Nou, dan nemen we toch nog dingen voor. Dat staat dan op het kladblaadje. Ja. Dan moet ik dat ook weer offeren. Dus ik slaag er ook niet in. Maar ik probeer wel, zoals je dat cliché beeld hebt van die uien met die afpellen van die laagjes of zo. Weet je wel? Ja. Je probeert wel dieper en dieper en dieper te komen. Ik vertrouw erop dat als mensen een lange adem hebben en dan een uur of twee uur of drie uur luisteren, dat ze uiteindelijk in dat uur terechtkomen, wat wel goed is. En dat weet ik niet of dat zo wordt, maar dat hoop ik. Daar is in ieder geval die energie of die draad, wat jij zegt. Die draad is dan in ieder geval gespannen tussen mensen. En die kan ook knappen en die kan inzakken, maar die kan ook gespannen worden. Precies. En die is mooi. Oké. Okay. Hans Steeuwen. Zou ik zeggen of niet? Sorry, nee. Ja, nee, is goed. Dus we sluiten af met Hans Steeuwen. We sluiten af met Hans Steeuwen, dat past. Weg. Gaan we nu Hans Steeuwen in het Engels? Wil je dat echt? Ik zou zelf ook nooit dit fragment hebben uitgekozen, maar... Marsbar. Now is the time to introduce to you a friend of mine, yeah, yeah, yeah. Now is the time to introduce Little Ronnie! This is my friend Little Ronnie. Ronnie and me, we've been together for so many, many, many years. And we love each other. Yes, we do. I love Ronnie. And Ronnie loves me, and we're so happy together because we love each other. Don't we love each other, Ronnie? Hey! Hey! Oi! Hey, Ronnie, I love you! Hey! I love you, Ronnie! Do you love me? Hey, Ronnie! Hey! Hey, Ronnie! I love you! I love you! Ronnie, I love you so much! Do you love me? Ronnie, I love you so much! Do you love me? Yes! 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 Fuck! Yes! 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 Woo! Yes! Aww. Yes. Ronnie and me, we love each other. Hey, Ronnie. I haven't seen you in a long time. Where have you been? In jail. Oh. For what? Rape! Sorry, I had no idea. Oh my god. Well, Je kijk, nu hoef je toch helemaal niet in gesprek te hebben. Je bent wel bij het huilen van het lachen gewoon. Okay, well, nevertheless, now me and Ronnie the rapist are gonna do this trick, this routine we've been doing for many, many years. I'm gonna sing a song, and Ronnie is gonna eat this Mars bar at the same time. Here we go. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning sand. Nights in white satin, never reaching the end. Thank you. Wow. Oh ja, wow, wat grappig dat hij ook zo grappig is in het Engels. Ja, het is eigenlijk goed dat we de Engels hebben gezien, toch, dacht ik. Want, je ziet, want nu, dit is weer nieuw. En hij doet ook weer een heel andere act ermee. Ja. En je zit gewoon nu opnieuw, omdat je niet weet wat er gaat komen, weer je tranen te lachen. En jij ook, en ik zit ook. Ja. Ja, kijk, die
we kunnen er nu wel heel erg over gaan praten. Ja, dat is ook dom, hè? Moeten we niet doen, dacht ik. Nou ja, wat het, ja, dat is ook dom, dat klopt. Het is ook niet... dom om erover te praten, maar ik wil er toch iets over zeggen. Dus nee, dan doe ik gewoon iets doms, dat is verder helemaal niet erg. Ik probeerde eigenlijk te zeggen dat bouncen, dat hij dat zo goed verstaat, ja. Dat het onze feedback dat in tranen van het lachen zijn is. Ja. Dat is dus, daarom denk ik dat, jij zei net van hij is een held. En dat is in zekere zin wel zo. Want toen ik 13 of 14 was en dit voor het eerst zag. Ja. Toen was dat iets wat hij deed, waardoor ik dacht, dit is het. Dit moet het zijn. Dit is gewoon, dit was gewoon die maker die dat voor mij opende. Ja. Dat die weg, die kunstenaarsweg, zeg maar. Natuurlijk ook andere makers, dat is dat lijstje wat we niet hebben gehad. Maar ja. Is ook prima, want daar heb je uiteindelijk helemaal geen zin in om braaf je lijstje af te gaan. Maar Hans Theeuwen vangt het eigenlijk wel hier, met alleen al deze act. Ja, dat is echt heel erg grappig. Hij is gewoon zo goed in dat bespelen van je emoties en je energie, zeg maar. Ja, precies, daar waar we net over hadden. Hij is echt een energiemagier gewoon. Ja, hij is gewoon een tovenaar. En dat is dus podiumtalent. En daarom zou ik zeggen, en dat is mijn moralisme misschien, maar daarom moet je de mens en de artiest van elkaar scheiden. Want hij kan iets. En stel dat hij iets zou doen wat in de echte wereld niet mag. Nou, dat doet hij toch ook met dat rape? Ja, nee, oké, dat doet zijn sok dan. Hè? Maar stel dat hij in het echt ook daadwerkelijk iets doet, waardoor je achter slot en tralies komt, dan doet dat helemaal niets af aan wat je hier ziet, wat zijn rauwe, gekke podiumtalent is. Dit is gewoon wat hij daar en toen heeft gedaan en waar je niets op kan afdingen. Dit is gewoon zijn, snap je, dat je zoveel emotie voelt bij dat gekke moment totdat hij zijn gekte de vrije loop laat, snap je? Dat is zo, op zoveel levels intelligent en virtuoos en knap wat hij dat doet. Ja. Gewoon namelijk, ja, ik keek naar jouw gezicht. Hij bespeelt je gewoon. En je krijgt gewoon die reactie, snap je? Ja, dat is zo'n lachen. Gouden feedback, snap je? Ja, dat is echt zo. Ja, jij moest ook weer heel erg lachen. Ja, want ik kende dit nog niet. En dus voor mij is dit ook weer nieuw, snap je? Die Engelse versie van deze show heb ik nooit gezien. Nee. Dus ja, beter kan je dat niet samenvatten. Nee, inderdaad. Ja, ik heb nu meteen zin om weer door te klikken. Ik moest nu denken aan dat filmpje waarin hij Mozart doet. Maar dan gaat het verbeteren, zeg maar. Wat we ook kunnen doen, wat ik dacht nog, is dat je gewoon eindigt met een fragment. Dat we niet meer gaan praten, maar dat je gewoon dat we dat fragment nog even kijken. Ja, dan zou ik dat doen. Dan zou ik dat fragment Mozart, van Hans Theeuwen die Mozart doet. En dat ook heel mooi. Want dan hebben we eigenlijk inderdaad... En hoeven we ook niet meer nog iets te zeggen. We weten al wat de zomergeestenfilm is. Namelijk Vicky Cristina Barcelona. Die gaan ik wil wel nog even dat me tot de kijkers richten. Mag doe dat eerst. Nee, jij doet dat natuurlijk. Dus ja, hartelijk dank voor het kijken. Als je het hebt uitgehouden. Hè, ik kan me eigenlijk niet... Ja, het is best een lange zit en het is best een gek experiment. Nou, fijn, ik zal het niet indekken. Ik denk ook dat heel veel mensen het gewoon... Dat jij een soort kijken. Idee krijgt... Nee, niet een stukje kijken. Nou, misschien ook. Maar dat jij echt zo'n idee hebt dat mensen dat dan tijdens zomergast kijken. Maar dat heel veel mensen het gewoon zo, op een ander moment kijken. Dat is waar. In delen. Ja, maar je moet het wel even... Ik bedoel, wel met die inzet. Ja, precies. Dat is denk ik mijn... Dat is de vorm die ik nodig heb. Anders ben ik oeverloos. Dus ja, tuurlijk. Het vormpje is... Kijk het tijdens zomergast. Ja, dat gewoon het kijken zijn. Dus nou, hartelijk dank. Het was een spannende, broeierige, warme zondagavond. Leuk dat jullie hebben gekeken. Ik ben ook benieuwd of de andere, de echte aflevering nog bezig is. Hiernaast, op Nederland 3, geloof ik. Volgende week is dan daadwerkelijk Stefano Keizers hier. Of ergens anders, ik weet niet of zijn wij daar. Voor nu, Lara, heel erg bedankt dat je mijn rol hebt willen overnemen. Graag gedaan. Ik hoop dat ik als gast... heb kunnen leveren wat jij eruit hebt willen halen. Ja, heel erg. Hartelijk dank voor het kijken en tot volgende week. En dan gaan we nu nog naar het luisteren. Gaan we nog naar Hans Theeuwen en Mozart zonder dat wij daar nog over praten. Precies. Ja. Oh, en de zomergastenfilm is... Zomergeesten. Sorry. Je moet wel je eigen fucking branding goed doen. En de zomergeestenfilm is... Ik vind het toch inderdaad moeilijker... Ik vind het op papier mooier uitzien dan het... Over mijn tong rolt. Oh ja, zomergeesten. Ik niet. Want iemand zei ook... Bas zei net... Kom jij dan de film aan? Jij bent de zomergeest. Oh, die hier. Ik kijk mijn camera. De zomergeestfilm... Ja, hoe zeg ik het? De zomergeestenfilm is Vicky Cristina Barcelona. En die gaan wij hierna kijken. En dat smeer ik wel echt dat we dat echt gaan kijken. Oké. Ja.
Oh ja, en laat je dan weten. Want Michiel vindt het leuk om te horen wat mensen vinden. Ik zag ook dat... Ik zag vandaag iemand op Instagram die zei... Voice memo is also oké. Okay. Ja. Dus ik kan altijd... Het gesprek gaat door. Het gesprek gaat door op Instagram. Ja. En dan gaan we nu kijken naar Hans Theeuwen. Ja. Die Mozart doet. Often I've been compared to Mozart. And... What? No. Don't make fun of Mozart. Bear in mind that in his day... He was a well-known composer and he was well-liked and well-loved. And it was special what he did in his time. Now, of course, compared to, for instance, the things that I've done, it all seems a little dated. But that's now. But, you know, it's... I'm not saying that I don't like his music, but every now and then I can't help thinking, little complacent, a little bit complacent. Yeah, you know, for instance, he has this melody, this tune, it goes ba 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 ba, and it's a nice opening. There's nothing wrong with that. But then he proceeds and he goes like da 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 da, which brings him right back where he started. And I think why not do it like this? Da 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 la 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 Ik wil nog één gedachte delen. Wat ik dus heel grappig vind aan vandaag om te ontdekken. Ja. Dat je, ja, wij kunnen natuurlijk oneindig over kunst en cultuur en fragmentjes praten. Ik bedoel, elke avond als we Friends kijken tijdens het eten of zo. Of How I Met Your Mother of zo, dan ben je al dit aan het doen. Ja. Dus 3 uur is eigenlijk heel kort. Op tv, als je aan het kijken bent, als kijker voelt dat heel lang, hè? Je zit, en dan, daarom moet je de perfecte tv-avond creëren met die 18 momenten die bijzonder zijn. Maar als je gewoon dat loslaat en je gaat het over dingen hebben, dan heb je 3 of 4 of 5 dingen gehad. En dan denk je van, dit is gewoon maar een heel kleine fractie van alles waar ik het over kan hebben. Dat is weer die bandeloosheid die dan in dat manuscript gaat zitten wat nooit afkomt. Ja. En nu heb je het gewoon over 5 of 6 dingen. En het enige wat je in die korte tijd over kan brengen is gewoon een heel klein beetje liefde voor cultuur en kunst en zo. En echt met elkaar praten. En daar hoop je dat je dan gevangen hebt. En meer kun je niet doen. En dan is die 3 uur al voorbij. En dit was in mijn hoofd. Was het gewoon een soort van... Een vloek in de zeug. Ja, inderdaad. We hebben het even over Johnny Depp gehad. En nog even over Kramer versus Kramer. En dat was het dan. Zo, weet je wel? En dat is het maffe eraan. Snap je? Maar dat begrijp ik nu pas van binnenuit. Dat is natuurlijk voor elke gast zo geweest. Die gekke ervaring. En daarom stop je er zoveel spuiten in. Omdat helemaal zo... Want het is heel moeilijk om het goed te doen. Want ik heb nu het idee dat we... amper iets hebben aangeraakt van wat je wil vertellen van over wat weet je allemaal, snap je? Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook waarom je dat dan voorbereidt, zodat je dan je hele, daarom is het ook dat mensen dat schizofreen hebben van laat ik gewoon een paar fragmenten zien zodat ik kan praten over mijn interesse of vakgebied, of wil ik met de fragmenten die ik kies mijn totale zelf laten zien? Of zo. Ja, precies. En hoe meer je erover gaat nadenken, hoe meer je dat, ergens in een kramp van schiet. Maar wat wij nu doen is natuurlijk ook gek, want nu heb je het gevoel van ik vind het wel, ik vind het heel erg leuk wat we hebben gedaan. Maar je ziet hoe linksom of rechtsom onmogelijk de opdracht is, zeg maar.
Weet je wel? Ja. Zo van, het bassin van alles wat er is gewoon. Nou, te dat groot. Vind ik niet. Want ik weet nog wel dat het bijvoorbeeld is. Ik heb dan een jaar in Zuid-Amerika gewoond, van Argentinië, toen ik 18 was. En toen weet ik nog dat we op het einde keer dat ik was met een vriendin, dat we ons realiseerden dat we eigenlijk heel weinig, dat we heel erg nauw omgingen met mensen, maar dat we heel weinig wisten van die mensen. Zo van, waar wonen, waar kwamen ze echt vandaan? Of wat hebben ze voor middelbare school gedaan? Of wie zijn hun ouders? Wat zijn hun, waar gaan ze, waar is hun huis? Hoe ziet dat eruit? En toen hadden we zoiets van, ja, maar dat is echt niet waar. We weten echt wel wie die mensen zijn. Maar je baseert het gewoon op andere dingen. Dus ik weet niet, stel ik had jou niet gekend en je hebt dit gekeken deze 3 uur, dan weet je echt wel wat de essentie, dan weet je wel wat jouw essentie is. Maar je weet gewoon, het is niet zo van, hij begon daar en toen heeft hij deze school. Ja. Het is gewoon een ander verhaal, maar het is wel wie jij bent of zo. Ja. Dat klopt. En dat is ook de essentie van Hans Theeuwen. Vang je door de alleen even die sok te laten zien. En je denkt gewoon van, dit is een goede kunstenaar of zo. Ik vond trouwens grappig aan het Engels fragment, vond ik eigenlijk dat hele stuk daarvoor, dat hij niet die mars had, eigenlijk nog, dat heb je allemaal nodig. Maar dat vond ik ook wel heel grappig. Ja. Het is wel fijn als je het echt niet weet waar het heen gaat. En als je zou vragen van laat je de beste filmfragmenten zien, dan zou je nooit opkomen op Kramer vs. Kramer en Vicky Cristina Barcelona. Nee. Snap je, als je denkt vanuit het palet of zo. Ja, hè? Dat is je beste, je favoriete film of je toch, beste vriendin. En dan wordt het moeilijk. Dat doesn't define you. Ja, en toch, zoals je het meest echte gesprek kan hebben in een sigarenwinkeltje in India, bij wijze van spreken, op een random straathoek. Zo kun je ook dat omdraaien inderdaad. En dat is inderdaad een stoïcijnse benadering van het concept. Je zegt gewoon van, het maakt niet uit. We kunnen gewoon die randomness toelaten. En dan hebben we ook een gesprek waar die liefde uit blijkt. Of zo. Ja. Dat is dan even, en die ook echt jou laat zien. Of als de wens toch is om jou te leren kennen of zo. Ja. Weet je wel? Of om kunst te leren kennen. Dan maakt het niet zoveel uit. Ja. Dan kun je ook praten over wat. Daarom werkt de snijdraaf ook goed van. Je kan ook praten over wat je kut vindt. Ik dacht ook nog van, we kunnen ook allemaal fragmenten opzetten die jij dan moet gaan afkraken. En dan heb je ook een heel goed idee van wie je bent. Ja, en mijn inzicht toen was dat je ook, waarom niet iets nemen zoals van Marco Borsato of zo, snap je? Maar hier was het juist weer leuk eigenlijk dat het dus weer iets was wat jij wel goed vindt. Zoals bij Vicky Cristina Barcelona. Ja. Het is eigenlijk gewoon heel leuk om een excuus te vinden om gewoon weer te praten over fragmenten en kunst en cultuur. Omdat het gewoon leuk is om te doen. Ja. Maar ja, wanneer mag dat nou? Nou, en dan moet je zelf die context creëren, want dan mag je het gewoon zelf. Ja. Het is zo erg. Weet je of die tas met al die outfits? Die ben ik eens kwijtgeraakt op weg hier naartoe. De tas met de outfits, En die tas, en die schoenen. Nou, dat was echt niet wel. Oh nee. Erg, hè? Pak de camera. Ja. Oh, maar vond je het wel leuk? Ja, ik vond het wel leuk. Kijk, ik vind het grappig hoe die in nieuwe ruimtes als helemaal op zich als ik opneem. En zie je dat ze het dus echt zien. Ja, schatje, kijk maar eens goed, is het theater, hè?